precies. Dat. Yes. We've got. We hebben beeld. We zijn Oh, we zijn in beeld. beeld. Dus ja, tijd. Heeft u gedragen nu? Even kijken. Hij zegt, nou, hij zegt live over 6 minuten hier. Ah, ja, ik heb beeld. Dit gaat goed. Oké. En we krijgen al reacties via chat. Ik ga dit gauw weer uitzetten. We hebben al een paar gasten die al reageren. Dus ja, dit is inderdaad het kanaal voor de lezing van de werkgroep Maan op Planeten. Dus goede avond. We beginnen over 6 minuten. Zoiets, hè? Ja, dus we zijn alvast gestart met een livestream om er zeker te zijn dat alles werkt. Ik doe vandaag de regie. Ja, ik zou zeggen toi toi toi. Hoor het allemaal dubbel. Geniet ervan. Dubbel. Hoor je me dubbel? Ja, een minuut geleden hoor ik je nog een keer terug. Oh. Ik hoor niks dubbel verder, maar kan het zijn dat je de livestream ook hebt staan ook? Is nog dan de livestream ook geopend staan? Ja, die moet je afzetten. Ja, dat zou wel fijn zijn. Anders krijg ik een hele irritante vertraging inderdaad. Op het op de op ja, dat is een beetje virtuele livestream, maar goed. Ja. Heb je nog echo? Nog steeds? Waar moet ik dat hebben? Nou, in ieder geval dezelfde livestream nu niet volgen. Dan krijg je echt ja, wat Zit echt een behoorlijke vertraging tussen, zie ik. Ja, Ja. dat klopt. Dus Jan zelf niet, want ik kijk ook niet naar de livestream, want dan Ik krijg Wat? hier van, Zelf, als jij de livestream aan hebt staan, moet je die blokkeren, uitzetten. Maar ik hoor van een van onze gasten, Gwendoline Major, ik hoor niet dubbel, goed jullie te zien. Dus, Ah, oké. en Jon Sussenbach heeft ook al goedenavond gezegd. En Wim V, Zwolle present. Arnoud Kra van Kranenburg doet jullie de groeten. Ja, dus dat. We zijn in beeld en ja, dus het werkt. Nou, 5 minuten voor de start, voor countdown. Ja, nog 4 minuten. Ik heb geen countdown klok in beeld. Dat ben ik vergeten. Oh, Wendy. Het is Wendy Major. Ja. Oh, Ja, dat... ik ga ook even de opname doen gelijk. Ik ga het even opslaan Hoe gelijk. zet je die uit? Hoe zet je hem uit, die livestream dan? Wat hoor je nog steeds echo, Jan? Ja, behoorlijk. Oh. Heb je YouTube aanstaan dan, Jan? Nee. Nou. Ja, even kijken. Zo, nou zou het beter moeten zijn. Ja, perfect. Ja. Succes van Gezondheidswinkel Enschede. Lijkt Richard wel. Jan Welkom, Richard. Sussenbach. Ja. Jan Zeebrecht is er ook bij. Ja, ik neem nog even een kop thee voor om de stem te smeren. We hebben al 22 kijkers, dus dit gaat de goede kant uit. Kant op. Oh, Ja, geweldig. dit is een redelijke zaal, zullen we maar zeggen. En allemaal coronaproof, Ja. Kijk, wat zal ik. YouTube zegt nog dat ik iets fout doe. Gebruikers sleutelfrequentie van 4 seconden of minder. Sleutelframes kunnen niet vaak worden verstuurd, wat leidt tot bufferen. De huidige sleutelframefrequentie is 8,3 seconden opnamefouten. Oh, gaat toch wel goed, hè? Ik heb geen idee. Maar als mensen ons zien, dan zeg ik
Ik vind het goed zo. Ik heb alle andere dingen die bandbreedte gebruiken uitgezet. Dus heb niet te doen. Hey, Manuel, weg is er ook. Nou, dat is hartstikke mooi. Nou, nog één minuutje zou ik zeggen en dan beginnen we. Is goed. Hoor je de achtergrond nou ook nog veranderen of niet? Want het is wel heel wet bij mij, hè? Jouw achtergrond veranderen? Ja, zou ik maar doen. Ik zou zeggen, don't change the winning team. Dit is 2 minuut voor de livestream. Het gaat nu goed, dus niks doen. Het is prima. Ja. Tom Baten, goedenavond iedereen. Goedenavond Tom. En Willy van den Broek. Nou, 24 kijkers al. Dus het goede kant uit. Oh, je kan de chat ook gewoon in een los venster weergeven. Dan zie je alleen de chat. Dat is wel prettig. Oké. Okay. Ja, want als ik mijn presentatie doe, kan ik niet ook en praten en op de chat reageren. Dan gaat het zeker niet werken. Dan zou iemand van ons jou... ja. Kan jij dat? Het is niet te doen dat we elkaar in de reden gaan vallen, toch? Dus nee. Na afloop van de presentatie nog wat vragen. Ik val alleen in de reden als het geluid niet klopt of zo. Of als je op mute staat terwijl je iets wil vertellen. Dus dat is het enige. Nou, het is 8 uur, dus... Zullen we beginnen? Ja, ik zou zeggen, laten we beginnen. Jij zet mij even in beeld, bij deze, Marcel-Jan. Yes, je staat op de screen. Beste mensen, welkom... Ik lijk, hoe heet je wel, van Volksgezondheid. welkom bij deze eerste live webstream van de werkgroep Maan en Planeten. Leuk dat jullie kijken vanavond. Ik zal kort iets zeggen over het programma en dan mag ik zelf ook gelijk spits afbijten. Ik begin dus zo met een verhaal over keuze van telescopen voor planeetwaarnemingen. En ik vertel daar ook iets bij over de camera-kijkercombinatie en welke camera's je kunt gebruiken. Ik wil ook aangeven dat de uitzending op YouTube beschikbaar blijft. Dus je kunt ook altijd later nog een keer de presentaties terugkijken. Verder is er via live chat de mogelijkheid om vragen te stellen. Die komen dan binnen bij Marcel-Jan, die zeg maar onze regisseur is voor vanavond. En die kan de vragen dan doorspelen naar de sprekers. Op voorhand alvast mijn excuses voor eventuele technische onvolkomenheden. Het is voor ons ook de eerste keer dat we dit doen. Ja, en ik wens jullie een interessante en leuke avond toe. Ik ga nu beginnen met mijn presentatie. En ik ga het hebben over de apparatuur die je nodig hebt voor het maken van opnamen van maan en planeten. En ik kan daarbij er niet aan voorbij gaan dat we toch wat theorie moeten laten zien. En die theorie is misschien wat lastig, maar uiteindelijk kunnen we die theorie herleiden tot wat simpele laten we zeggen, formuletjes die je kunt gebruiken om de goede kijker-camera-combinatie te kiezen, bijvoorbeeld. Je hebt je presentatie nog niet gedeeld, hè? Jawel. Nee, ik zie hem nog niet in beeld. Oké, sorry, dan gaan we even terug. Dan gaan we even terug.
Yes. Nu wel? Ja, en ik zet het full screen. Nou, dit was dus het eerste plaatje waar eigenlijk even kort de inhoud van mijn verhaal in staat. Eerst wat theorie, kijker-camera combinatie en de hulpmiddelen die het allemaal wat makkelijker maken. Ik begin met de Airy Disc. Ik weet niet of iedereen dat begrip kent. Ik wil overigens erbij zeggen dat mijn presentatie vooral gericht is op de beginnende planeetwaarnemers. En het begrip Airy Disc is een begrip wat je veel tegenkomt. En dat kan je vangen in een formule. De Airy Disc is een schijfje licht. En eigenlijk als je uitgaat van een ster. En je bekijkt een ster. Een ster is een puntbron. En die valt door een telescoop. En of je dan via de zoeker kijkt of via een camera maakt niet zoveel uit. Maar die ster wordt een puntbron. Wordt een puntje licht. Maar het is niet echt een puntje. Het is een schijfje. En de grootte van dat schijfje is afhankelijk van de diameter van de optiek en van de lichtsterkte van het systeem. En het lijkt misschien raar, maar naarmate de diameter van de kijker groter wordt, wordt de diameter van die Airy Disc, van dat lichtpuntje, wordt kleiner. Dat betekent dus ook dat grotere kijkers en kleinere details kunnen laten zien dan kleinere kijkers. Omgekeerd, als je de brandpuntsafstand gaat verlengen, dan wordt dat schijfje dus groter. Dat is belangrijk om te weten, omdat dat ook iets zegt over het oplossend vermogen van een kijker. Een ander begrip is het Rayleigh-criterium. Voor planeetfotografie gaat het om de details die je zichtbaar wilt maken. Dus te kleiner de details, en dat wordt dan uitgedrukt in het oplossend vermogen in boogseconden, dus te kleiner dat oplossend vermogen, des te meer details je kunt zien. Dat is afhankelijk, die details, van de golflengte van het licht, waarbij je in de formules meestal met het groene licht werkt, zoals je hier ook kunt zien. Dat zit namelijk midden in het spectrum. Het blauwe licht heeft een kortere golflengte en het rode licht een langere. Dan kan je dus eigenlijk gelijk hieruit concluderen dat je bij blauw licht meer details kunt zien dan bij groen licht. En bij groen licht weer meer details dan bij rood licht. Dat alles onder de voorwaarden dat de seeing, de atmosferische omstandigheden, dat toelaten. En je ziet, ik zal dit even verbergen, dat je uiteindelijk uitkomt op een oplossend vermogen voor een kijker. Een simpele formule, 138 gedeeld door de diameter van de optiek in millimeter. En als je dat dan voor een aantal kijkers in een tabelletje zet, dan zie je dat een 60 mm APO bijvoorbeeld een oplossend vermogen heeft van 2,33 boogseconden en een 16 inch Newton een oplossend vermogen van 0,35 boogseconden. Dus bigger is better. Nou, is het oplossend vermogen is één ding, maar als je die kleine details zichtbaar wil maken op de chip van je camera, dan krijg je te maken met het Nyquist-criterium. Dat wil zeggen, en meneer Nyquist, even een klein uitstapje, was een meneer die in beeld kwam eigenlijk op het moment dat de eerste audio cd's werden geproduceerd. En waarom kwam hij in beeld? Hij berekende namelijk dat als je een signaal of een toonhoogte van 22
2,05 kilohertz, dus 22 kilohertz zeg maar. Als je die wilde digitaliseren, dan moest je dat doen met een sampling rate van 44 kilohertz, namelijk 2 keer de frequentie. En hetzelfde speelt eigenlijk ook bij het omzetten van het analoge beeld van de telescoop naar de digitale chip van de camera. Je moet daar dus een bepaalde verhouding in hebben, waarbij je hier dus weer de RI disk zit en op de achtergrond de afmetingen van de chip, van de pixels van de camera. En hier heb ik dat nog een keer geprobeerd duidelijk te maken aan de hand van wat voorbeelden. En als je RI disk veel kleiner is dan je pixel, dan ben je dus undersampled. Ben je exactly sampled, dan is de RI disk even groot als 1 pixel. Maar dat is onvoldoende om details weer te geven. En je ziet dus dat voor een Nyquist sample, je moet zorgen dat die RI disk 2, 3, dit is dan wat oversampled, maar 2 à 3 pixels bedekt. Dat kan je dan aan de hand van een rekenvoorbeeld duidelijk maken. In dit geval geef ik 2 voorbeelden. Eenmaal met een 120 mm APO en eenmaal met een 10 inch Newton. In beide gevallen met een misschien wat gedateerde ZWO-ASI 120 monocamera. Die camera heeft pixels van 3,75 micron. En dan is er een formule die zegt dat de optimale lengte van focale lengte van je systeem moet zijn 3000 maal de pixel afmeting van de camera maal de diameter van de optiek gedeeld door de golflengte van het licht. Nou, weer een hele ingewikkelde formule. Uiteindelijk komt dat erop neer, en dat is wel een belangrijke vuistregel om te onthouden, dat de lichtsterkte van je optisch systeem F overeen moet komen met ongeveer 5 maal de pixelafmetingen van de camera. Dat wil dus zeggen dat als je een 120 mm APO hebt, in dit geval hanteren we nog maar even de formule, dan is de focale lengte 3000 maal de pixelafmetingen maal de diameter van de kijker 120 mm. Herstel gedeeld door de golflengte van het groene licht. En dan kom je uit op een lengte van 2454 mm. Veronderstel dat je nou een F10, een beetje rare waarde, maar een F10 APO hebt. Dan heeft hij dus een brandpuntsafstand van 1200 mm. En dat zou dan betekenen dat je ongeveer een 2 maal Barlow moet hebben. Ik kom daar zo meteen, ga ik daar nog wat verder op in. Nou, hetzelfde kun je uitrekenen voor een 10 inch Newton. Hetzelfde formuletje, 3000 maal de afmetingen van de pixels, maal de diameter van de optiek, gedeeld door 550, golflengte van het licht. En dan kom je op een focale lengte van 51,195 mm. Nou, hetzelfde voorbeeld doe ik nog een keer om te laten zien wat voor verschil dat toch heeft met een ASI 174. Die heeft pixels van 5,86 mu. En dan zie je dat die brandpuntsafstanden flink groter zijn. Dus dat je met andere Barlow's zult moeten werken dan met die 120, ASI 120. Je komt dan, ik laat nog even het vorige plaatje zien. Het was 2454 en 5195. En gebruik je dus een andere camera, dan kom je op 3835 en 8118 mm. Flink verschil. Hoe pas ik dan die focale lengte aan? Nou, door het gebruiken van een Barlow.
Dan zijn die Schmidt-Cassegrain grens, dat zijn kijkers die veel gebruikt worden voor planeetwaarnemingen. Die hebben een brandpuntsafstand standaard dus van 10 maal de diameter van de optiek. 10 inch Schmidt-Cassegrain heeft dus een brandpuntsafstand van 2540 mm. Reken je dan bij die ASI 120 mm de optimale brandpuntsafstand uit, dan kom je op 5195 mm. De kijker is 2540, gebruik je een twee keer Barlow, dan kom je op 5080 en dat zit al behoorlijk dicht in de buurt van die 5195. Dus dat betekent dat je bij een Schmidt-Cassegrain en een ASI 120 minimaal met een tweemaal Barlow zult moeten werken. Nou, er zijn eigenlijk twee soorten Barlow's. En ik gebruik even het merk Televue als voorbeeld. Dat zijn Barlow's die ook het meest gebruikt worden. Je hebt de gewone Barlow's en Televue kent ook de PowerMates. En wat is nou het verschil tussen die twee? Dat kan ik het best laten zien aan de hand van dit grafiekje. Het is namelijk zo dat wanneer je gewoon, dat geldt voor eigenlijk alle Barlow's, dat de vergrotingsfactor niet vast is. Dus een tweemaal Barlow, die kan in dit geval van 2 tot 3,5 keer, van 2, dit is een twee keer Barlow, die vergroot dus bij 0, focusafstand 2 keer en bij 4, 3,5 keer. En dat is de afstand eigenlijk van de chip tot aan de rand van de Barlow. Dat kan best lastig zijn, want dat zou dan betekenen dat je met een twee keer Barlow misschien toch net aan het oversamplen bent. Dat is op zich niet zo erg, beter dan undersamplen. Maar het is een andere waarde dan waar je misschien die Barlow voor gekocht hebt. Dus die afstand is wel belangrijk om even te weten. Zet je bijvoorbeeld een, kom daar zo meteen nog op, een dispersiecorrector en nog tussen de Barlow en de camera, ja, dan wordt die afstand dus al snel wat groter. En daarmee wordt ook die vergrotingsfactor flink groter. Nu zijn er ook Barlow's die, en Televue noemt dat PowerMates, waarbij dat die afstand tussen de camera en de achterkant van de Barlow wat minder kritisch is. En eigenlijk bijna constant blijft. Dus hier zie je de Barlow's, groot verschil tussen de vergrotingsfactor in de afstand in relatie tot de afstand van de chip tot de Barlow. En bij de PowerMates is dat verschil veel kleiner. Bijvoorbeeld, ik weet dat Explore Scientific, die maakt ook hele goede Barlow's en die maakt ook Barlow's die zeg maar net zo werken als die PowerMates, die dus een eigenlijk constante vergrotingsfactor hebben. Wel iets om op te letten bij de aanschaf van een Barlow. Wat doet nou die Barlow? Die verlengt dus, en dat wil ik aan de hand van dit plaatje laten zien, die verlengt dus eigenlijk het brandpunt van de kijker. Het is dus een negatief lensje. En je ziet dat als gevolg van het plaatsen van die Barlow je focuspunt ook wat naar achter wordt verplaatst. En dat kan handig zijn als je bijvoorbeeld met een Newton werkt en je zou problemen hebben om daarmee in focus te komen bij met het scherpstellen. Dan kun je dus met een Barlow dat focuspunt wat naar achter verplaatsen, waardoor je misschien net wel scherp zou kunnen stellen. Goed om te weten. Dan gaan we het nu hebben over de kijkers. Ik bespreek eigenlijk even heel kort alle type kijkers die gebruikt worden voor planeetwaarnemingen. En ik probeer daarna ook weer in een soort overzichtje aan te geven van hoe scoren nu die kijkers specifiek als het gaat om het waarnemen van planeten. Nou, we beginnen bij de refractor. Scherpe beelden, dan ga ik wel uit
van een apochromatische, de achromatische refractoren. Dat zijn meestal tweelenzige systemen. Die hebben nogal wat kleurafwijkingen of chromatische aberraties. Voordeel is dat er heel veel fabrikaten zijn. Dus je hebt veel keuzemogelijkheden. Ze zijn over het algemeen collimatievast. Dus je hoeft ze niet of nauwelijks te collimeren. De bouw is redelijk compact. Maar ze hebben ook wel nadelen. Ze zijn duur per centimeter opening. En wil je wat details zien, ja, het is een beetje arbitrair, maar je kan zeggen vanaf 80 mm kun je al wat details gaan zien. Maar ik zou toch eigenlijk willen adviseren om minimaal van 100 mm uit te gaan. En soms kan het scherpstelbereik ook wat beperkt zijn. Of soms ligt ook het brandpuntsafstand vrij ver achter de buis en moet je werken met verlengbuisjes om in focus te kunnen komen. Over het algemeen zijn refractoren vrij lichtsterk. Dat wil zeggen dat je eigenlijk altijd het brandpunt zult moeten verlengen met een Barlow om optimaal details eruit te kunnen halen. Nou, dan de ook bekende kijker, de Newton-telescoop. Licht valt binnen in een buis achter een spiegel. Die bundelt het licht in de vangspiegel en de vangspiegel kaatst het licht 190 graden naar buiten. En hier bevindt zich dan het oculair of de camera. Nou, een groot voordeel is dat die per centimeter opening goedkoop is. Ik heb in het begin gezegd, bij planeet waarnemen gaat het om details. En wil je details kunnen zien, dan moet je eigenlijk een zo groot mogelijke opening hebben van je kijker. En dan is een Newton prijs-prestatieverhouding erg gunstig. Doordat het een open buis is, koelt hij vrij snel af en je kunt ook mechanische ventilatie toepassen. Je kunt de kijker eventueel met een, als die op een Dobsonvoet staat, op een volgplatform plaatsen. Dat is goedkoper dan met de montering. En Wilco die gaat daar straks uitgebreid op in. Een nadeel is wel dat het over het algemeen vrij grote kijkers zijn. En dat ze ook nogal collimatie gevoelig zijn. Met andere woorden, je zult regelmatig moeten controleren of de stand van dit spiegeltje en de stand van de hoofdspiegel, of die goed zijn. En ze hebben een beperkt scherpstelbereik. Dat is eigenlijk alleen de afstand van de focusser. Ja, en ik heb gezegd de ergonomie, als je met zo'n ding op vakantie gaat, dan wordt het sjouwen en dat soort dingen, wordt allemaal toch wat lastiger. Een kijker die eigenlijk heel veel gebruikt wordt voor het waarnemen van planeten, visueel, maar ook fotografisch, dat is de Schmidt-Cassegrain. Hij heeft een aantal voordelen, hij is heel compact van bouw. En het scherpstellen gebeurt door het verplaatsen van de hoofdspiegel. Dus je brengt de hoofdspiegel naar voor of naar achter. En daarmee verplaats je het scherpstelpunt. En hij heeft een groot scherpstelbereik, want een kleine verplaatsing van die hoofdspiegel leidt al tot een forse verplaatsing van het focuspunt. En dat betekent dat een gemiddelde Schmidt-Cassegrain al gauw 25 à 30 centimeter scherpstelbereik heeft. En dat is natuurlijk veel meer dan een Newton en ook over het algemeen wel meer dan een refractor. Voordeel, maar dat kan in principe ook bij refractoren, is dat de accessoires er opgeschroefd kunnen worden. Ja, aan de achterkant heb je wat heet de visual back, meestal een aansluiting met schroefdraad waar je alle accessoires op kunt zetten. Nou, ik heb al aangegeven dat die qua
prijsprestatie zit hij een beetje zit hij tussen de Newton en de refractor in. En je hebt tegenwoordig veel Schmidt-Cassegrains die een correctieoptiek ingebouwd hebben. Dat is de HAD. Dat maakt ze geschikt voor astrofotografie deep sky. Dan is het dus een allround kijker, maar voor planeetwaarnemingen heb je dat eigenlijk niet nodig en is een gewone Schmidt-Cassegrain prima geschikt. Sorry. Nadeel. Nadeel is dat het een gesloten systeem is. Hier aan de voorkant bevindt zich de Schmidt-plaat. Dus dit is eigenlijk een gesloten ruimte. Het afkoelen gaat daardoor langzaam. En doordat je de schroef waarmee je die spiegel gebruikt, verplaatst om scherp te stellen, die zit aan één kant. En daardoor kunnen bij het in- en uitdraaien van die scherpstelschroef, kan de spiegel een heel klein beetje kantelen. Waardoor de planeetbolletje op je camera misschien toch wat heen en weer beweegt. Dat kun je voorkomen door gebruik te maken van een extra focusser die je gewoon aan de achterkant erop schroeft. Waarbij je dus zeg maar grof focust met de scherpstelinrichting van de kijker en het fijn afstellen doet met de Crayford focusser. Ze hebben ook wel regelmatig collimatie nodig. En de collimatie gebeurt door het kantelen van de secundaire spiegel. Daarvoor bevinden zich aan de voorkant een aantal stelschroefjes. En die kun je vervangen door zogenaamde bobs-nobs. Dat betekent dat je niet met een kruiskopschroevendraaier aan de gang moet. Dat is in het donker altijd lastig, maar dat dit gewoon een soort duimschroefjes zijn die je met de hand kunt draaien zonder het risico dat je met je schroefdraaiertje door de Schmidt-plaat schiet met alle gevolgen van dien. Ten slotte nog een misschien wel ondergewaardeerde kijker voor planeetfotografie. Even tussendoor nog 4 minuten. Oké, dank. De Maxutov Cassegrain. Voordeel compact van bouw. Ook een groot scherpstelbereik, want het scherpstellen gaat eigenlijk op dezelfde manier als met de Schmidt-Cassegrain. Door het verplaatsen van de primaire spiegel. Hij heeft standaard al een flink lang brandpunt. Waardoor deze obstructie kleiner is. En een kleinere obstructie geeft een wat contrastrijker beeld. Hij is goedkoper dan de lenzenkijker, maar duurder dan de Newton. En zeker bij grotere openingen is die ook duurder dan de Schmidt-Cassegrain. Afkoelen gaat ook langzaam. Hij heeft ook wat last van mirror shift. Hij is minder geschikt voor deep sky. Kostbaar bij grotere diameters. En er zijn eigenlijk maar een paar leveranciers die dit soort systemen leveren. Maar bijvoorbeeld Skywatcher levert een prima Maxutov Cassegrain, een 180 mm, die zeer geschikt is voor planeetwaarnemingen. Als ik dat nou in een grafiekje of in een tabelletje zet en ik score daarmee de verschillende types, dan kan je zeggen van nou scoren op basis van optiek. Dan is de refractor het beste, op de tweede plek de Newton, dan de Maxutov Cassegrain. En op de vierde plaats de Schmidt-Cassegrain. Allemaal wat arbitrair. Scoor je op basis van prijs-prestatie, dan komt de Newton op 1, de Schmidt-Cassegrain op 2, de Maxutov op 3 en de refractor op 4. Nou, dit is eigenlijk ook weer een soort handvat. Daar kan veel discussie over staan. Nogmaals, het is arbitrair, maar het is een indicatie van de geschiktheid van die diverse type kijkers. Goed, even nog wat over die collimatie, Schmidt-Cassegrain. Links zie je een
Slecht gecollimeerde en rechts goed gecollimeerde. Werkt overigens bij het beeld van een Newton net zo. Nou is er een handig vuistregeltje. Als je dit beeld op je camera ziet, op je scherm, en je wilt gaan collimeren, dan moet je de collimatieschroeven altijd zo draaien dat het beeld beweegt in de kant naar de richting van de grootste uitstulping. Dus in dit geval ga je collimeren en dan zie je het sterbeeldje veranderen in die richting. Dan draai je een stukje die kant op en vervolgens draai je met de montering weer het diffractiebeeldje in het midden van het beeld. En dan herhaal je dat een aantal keren net zo lang tot je dit beeld in het midden hebt. En dan ben je goed gecollimeerd. Dat gaat meestal maar om hele kleine verdraaiingen van die stelschroefjes. Dan nog even, en ik heb net een tip gehad van Marcel Jan, ik moet wat opschieten. Even nog wat over de camera's. Welke soort camera's, wat voor aansluitingen gebruiken we, kleur of zwart-wit, welke chip en welk merk. Even kort, want dit is eigenlijk wat achterhaald. Hè. We zijn ooit begonnen met USB 1. Die had een transmissiesnelheid van 12 megabit per seconde. Toen kregen we USB 2. Toen kregen we nog FireWire. Pardon. USB 3. Dat is eigenlijk op dit moment de meest gebruikte. Vergis je niet, als je een camera gebruikt die geschikt is voor USB 3. Dan zul je dat signaal ook kwijt moeten op je computer. En dat betekent dat je toch minimaal wel een Pentium 7 processor nodig hebt. En eigenlijk ook wel een solid state harddisk om die bitrate van 350 megabit per seconde ook daadwerkelijk te kunnen opslaan. Voordeel van die hoge transmissiesnelheid is weinig compressie, veel beelden per seconde. Beperkte opnameduur, en dat is vooral bij snel roterende planeten van belang. En dat heb ik in dit tabelletje ook trachten aan te geven. Dit zijn de maximale opnametijden van diverse planeten. En dat wordt natuurlijk ook weer bepaald door het oplossend vermogen, door het afstand, zeg maar door de diameter van de planeet, en door de rotatiesnelheid van de planeet. En dan zie je dat je bij een 80 mm kijker is dat allemaal niet zo kritisch. Dan kan je dus al redelijk lang, zeker met Mars en met Saturnus, opname maken. Maar ga je naar een 300 mm kijker, dan wordt dat met name voor Jupiter wordt dat al best vrij kort. Nu zegt Emiel Krijkamp dat als je opname maakt met en die bewerkt die in autostakkerd, dat een beetje beeldrotatie door autostakkerd wel gecorrigeerd wordt. Maar met een 300 mm kijker en een opname van Jupiter zou ik toch zeker niet langer dan 1,5 à 2 minuten belichten, omdat je anders toch wel problemen krijgt. Goed, kleur of zwart-wit? Oh, ik schiet uit de tijd. Ik zal het proberen. Beide hebben voor- en nadelen. Pixelinformatie kan gebruikt worden voor alleen details, dat is met zwart-wit, of ook voor de kleurinformatie. Dus theoretisch heeft een zwart-wit camera altijd een hogere resolutie dan een kleurencamera. Maar het verschil tussen die moderne camera's, kleur of zwart-wit, is eigenlijk gering. En waar is nou een zwart-wit camera in het voordeel? Alleen als je specifieke filters wilt gebruiken. Bijvoorbeeld een UV-pass filter op Venus, methaanbandfilter, solar continuum filters op de zon. En een IR-pass filter als je bijvoorbeeld de maan wilt imagen. Dat lukt eigenlijk alleen maar met zwart-wit camera's. Waarom zijn nu tegenwoordig die kleurencamera's eigenlijk zo goed? Omdat de technieken die gebruikt worden om die Bayer-matrix, die combinatie van die kleurtjes, om te zetten in een gekleurd beeld, dat noemen ze debayering,
die processen die zijn aanzienlijk verbeterd, waardoor je tegenwoordig ook met kleurencamera's hele goede beelden kunt maken. Pixelafmetingen bepalen de brandpuntsafstand. Dat heb ik in het begin al aangegeven. Maar de afmetingen van de chip bepalen het beeldveld. En dat is belangrijk als je bijvoorbeeld op je chip de maan en de zon in zijn geheel wil opnemen zonder een uitsnede te maken. En uiteraard bepaalt de gevoeligheid van de chip het aantal frames per seconde wat je kunt opnemen. CD, CCD of CMOS, nou, dat is eigenlijk al een gepasseerd station. Bijna iedereen werkt tegenwoordig met CMOS. En alleen voor zonnefotografie wordt nog wel eens de DMK gebruikt, omdat de CCD-chip iets minder gevoelig is voor Newtonringen. En Newtonringen die willen nogal eens ontstaan bij het opnemen van H-alpha-opname van de zon. Aantal bekende merken. De meest gebruikte is eigenlijk tegenwoordig ZWO. En ook QAI-CCD is een bekend merk en er zijn nog een aantal andere leveranciers. Maar ZWO is op dit moment veruit de meest gebruikte camera. Ik heb ze hier nog even in een overzichtje gezet met de pixelafmetingen en de afmetingen van de chip. En dat gaat dus van de ZWO tot en met wat grotere chips, waarmee je ook makkelijk een hele maan of een hele zon in beeld kunt krijgen. Is ook weer een formuletje dat het beeldveld in boogminuten is gelijk aan 3442 maal de breedte van de chip, in dit geval gedeeld door de focale lengte van het optisch systeem. Nou, voorbeeld, ik heb een kijker met 500 mm brandpunt. Wat moet dan de minimale breedte van de chip zijn om de zon vol in beeld te krijgen? Nou, de diameter van de zon is ongeveer 33 arcminuten. En als je dat formuletje dan gebruikt, dan zie je dat je chip, en dan de breedte van de chip, minstens 4,7 mm moet zijn om de zon volledig in beeld te krijgen. Dan nog even kort de hulpmiddelen. Barlow is al uitgebreid in beeld geweest. Een flip mirror kun je gebruiken met een kruisdaadoculair om te zorgen dat je de planeet goed kunt centreren. Focussor met de hand of elektrisch. Een filterwiel, zeker handig als je met een zwart-wit camera werkt. Dispersiecorrector als de planeet laag boven de horizon staat. De atmosfeer werkt dan namelijk als eigenlijk een prisma, waardoor je kleurafwijkingen krijgt. En die kun je met een dispersiecorrector, dat is eigenlijk een instelbaar prisma, kun je dat corrigeren. En dan heb je uiteraard een volgsysteem nodig. Hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Hier zie je een Cassegrain met daarop een flip mirror, een Crayford focuser, een flip mirror. Een filterlade, om handmatig filters te verwissen, een Barlow. Hier een dispersiecorrector en hier nog een hele ouderwetse ATK webcam. Het kan ook wat luxer. Dit is een elektrische focusser. Hier zie je weer de Barlow, een elektrisch filterwiel en hier een DMK-camera. De dispersiecorrector ontbreekt in deze configuratie. Nou, waarom die Crayford, heb ik al gezegd, opheffen van mirror shift goed kunnen scherpstellen. Flip mirror om goed te kunnen positioneren, filterladen, snel filters te kunnen wisselen. Kan natuurlijk ook met een filterwiel. Barlow, dispersiecorrector, een volgsysteem om te zorgen dat je de planeet ook langere tijd in beeld houdt. En dan tenslotte altijd handig een verwarming om te zorgen, lensverwarming, dat de zaak niet condenseert. Nog even volgsystemen. Vorkmontering. Die zul je altijd op een wig moeten zetten om
eigenlijk een equatoriale montering te simuleren. Nou, hier zie je een voorbeeld van twee equatoriale monteringen. En hier het voorbeeld van een volgplatform waar Wilco het uitgebreid over gaat hebben straks. Nog even heel kort. Ja, ik moet er met een sneltreinvaart doorheen. Opnametechnieken, kleur, zwart-wit, RGB en het gebruik van filters. Een oculair projectie slaan we nu maar even over. De meest gebruikte kleurencamera is de ASI-MC. In combinatie met een kleurencamera is het wel altijd verstandig om de uiteinden van het spectrum te blokkeren. Dus altijd een UV-IR blocking filter gebruiken. Anders krijg je toch wat kleur, met name wat kleurafwijkingen. Zeker ook een dispersiecorrector gebruiken. En dan moet natuurlijk gedebayerd worden, maar dat gaat vanzelf in autostakkerd. De meest gebruikte zwart-wit camera, ook alweer wat gedateerd, maar was de ASI 120 mono. Hoge resolutie, ruim gebruik van filters mogelijk. En als je een IR-pass filter, dat is eigenlijk een rood filter waarbij je gebruik maakt van de langste golflengte uit het visuele spectrum, dan heb je minder last van atmosferische turbulentie en kun je aanzienlijke kwaliteitswinst behalen. En wil je speciale opnamen maken van bijvoorbeeld Jupiter of van de zon, dan werk je met speciale filters en dat kan echt alleen maar in combinatie met een zwart-wit camera. Nog even hoe het al zit met die gevoeligheid van die spectra. Het is voor het menselijk oog als voorbeeld. En hier zie je bijvoorbeeld een gevoeligheidsgrafiek van de ASI 462MC. En wat nou interessant is, is dat vanaf het infraroodgebied, dat is ongeveer hier, dat begint rechts van ongeveer 800, die camera voor rood, groen en blauw even gevoelig is. Dus dan werkt hij weer eigenlijk als een zwart-wit camera. En zou je hem dus ook met een IR-pass filter kunnen gebruiken. Dus het verhaal van filters alleen maar bij zwart-wit camera's gaat niet helemaal op. Uiteraard het IR-UV-blocking filter. Maar ook met een IR-pass filter kun je met deze camera uit de voeten. Hier dat nog even samengevat. En dat was het einde van mijn verhaal. Nou, ik ben toch iets uitgelopen, dus ik ga mijn presentatie afsluiten. En ik kondig Jan Adelaar aan, die iets gaat vertellen over de waarnemresultaten van onze vereniging, onze werkgroep. Ik wens jullie alvast fijne kerstdagen en een goed en vooral gezond 2021. Oké, mooi. Ja, Jan, als jij je scherm wilt delen. Ja. Maar Martin presenteert nog steeds. Even kijken. Ja, dat gaat al beter. We krijgen applaus. Van Wim Verdolt. Mooi. Ja, ik zie je presentatie komen. Ik ga je even full screen zetten. Ga je gang. Ja. Ik denk dat mijn presentatie nu te zien is, als het goed is. Ja, je bent eens te zien. Ga je gang. Ja, even kijken. Helemaal goed. Nou, vanavond gaan we het dus eventjes hebben op deze speciale manier dat het toch online is. Het is allemaal wel iets anders dan dat we gewend waren met onze bijeenkomsten. Ik hou altijd nogal van interactieve presentaties, zodat de mensen, de waarnemers, dezelfde ook altijd bij zijn. Maar goed, in dit verband is dat ietsje moeilijker. Het kan natuurlijk wel via de chat. Die kan ik wel op de telefoon lezen. Ja. Hoeveel apparaten hebben we tegenwoordig wel niet. We gaan eerst eventjes naar Mars. Want Mars was natuurlijk een beetje de highlight van dit seizoen. Er waren nog wel wat hele mooie waarnemingen te doen. Maar daar hebben we het straks nog wel even over. Maar Mars was natuurlijk ideaal geplaatst. Dit
dit seizoen. Hij stond op een behoorlijke hoogte, op 43 graden boven de horizon. Maar ze bevonden zich in het sterrenbeeld De Vissen. We hadden wat meer zicht op het zuidelijk halfrond. En de oppositie vond op een, voor onze Noorderlingen op voorhand, zeggen we dan, op 14 oktober plaats. En dat is natuurlijk op zich wel een mooie datum. De dichtste nadering was trouwens een goede week eerder. En dat heeft te maken onder andere dat de aarde en Mars dan wat beter op één lijn staan. En dan heb je een dichtste nadering van 22,5 boogseconden. Dus dat was toch wel een behoorlijke diameter wat we konden bereiken. Trouwens, die van 2018 was ook niet verkeerd trouwens. Hè? Nee. Nou, hier hebben we natuurlijk wat een kaart, zeg maar, zoals je die kunt zien. En zoals we dat eigenlijk vroeger zagen door de telescoop heen. Tegenwoordig kunnen we met de camera's natuurlijk al wel weer veel meer zien eigenlijk. Als je de goede gedetailleerde opname erbij pakt. Maar toch, het geeft in ieder geval wel een hele goede indicatie van wat er te zien was op Mars. En dan zien we hier onder andere Hellas. Dat is natuurlijk het heldere gebied boven Syrtis Major, wat ook een heel bekend gebied is op Mars. Dan hebben we nog de Griese regio en de Aurora Sinus. Dat zijn allemaal hele bekende gebieden. En natuurlijk niet te vergeten de drie Tarsus vulkanen. Dat zijn allemaal gigantische grote vulkanen. En de grootste vulkaan in ons eigen zonnestelsel, Olympia Mons. Ja, zoals ik al zei, de schijnbare diameter was natuurlijk wel ietsje kleiner dan dat die de vorige oppositie was in 2018, maar notabene toch nog wel behoorlijk hoog. Dus 22,6 boogseconden staat hier. Dus dat is toch wel een behoorlijke diameter. Je ziet nou wel dat het de komende jaren wel weer een pakje minder gaat worden. We gaan van 22 naar 17,6, naar 17,2 in 2022 en... Dat is natuurlijk op zich ook nog wel een hele mooie oppositie kan dat gaan worden. Want dan zit hij wel meer dan 60 graden boven de horizon. Dus dat, ondanks dat hij dan wel een stukje kleiner is, kon dat toch qua seeing-omstandigheden kon dat toch wel voordeliger voor ons gaan uitwerken. Daarna wordt het wel echt een, eventjes een, laten we maar zeggen, een marswinter voor ons aardeling. Ons noordelijke aardelingen. Want dat wordt dan wel moeilijker en moeilijker. En dat wordt kleiner en kleiner. En pas in 2033 komt hij weer boven de 22 boogseconden uit. Nou, we hadden dus inderdaad te maken met een perihelische oppositie. Dat kun je hier dus heel mooi zien. Even kijken als ik dat goed heb. 13 oktober staat hier. Nou, die van 2018 was ook nog een perihelische oppositie. Deze zit weer op een beetje op een grensgeval in 2022. En daarna wordt hij weer de aphelische. Dus dan staan de aarde en Mars staan weer relatief verder van elkaar. Het heeft alles te maken met de baan die Mars, die nogal excentrisch is, wat verder van de aarde verwijderd staat dan. De retrograde beweging is ook altijd heel mooi te volgen. Je kunt altijd heel mooi zien van, dat hij op zich op zijn schreden terug gaat keren. Dat gebeurde in het sterrenbeeld De Vissen. De oppositie vond daar trouwens ook plaats. Ja, kijk, en dit was even een flashback in 2018 op 7 juli. Dit is trouwens een opname van Jean Zussenbach. Ja, dit, kijk, en dit is natuurlijk wel op zich heel mooi. Het is een prachtige opname, maar eigenlijk zijn alle details zijn weg. Hè? En dat had te maken omdat er toen een globale stofstorm te zien was. Ja, dat is op zich natuurlijk, was dat wel voorspeld eigenlijk, dat dat zou kunnen gebeuren in 2018. Maar goed, dat, voor ons amateurs is dat natuurlijk de minst interessante oppositie die je maar kan bedenken, omdat er dan gewoon bijna geen details te ontwaren zijn. Nou, het begon trouwens al wel weer een beetje vrij vroeg op Mars. Op 13 april waren de eerste kleine stofstormpjes al te ontwaren. Het was weliswaar vrij moeilijk om te ontwaren voor ons Noorderlingen, want ja, we zitten dan natuurlijk in de zomertijd en de nachten worden steeds korter, de grijze nachten doen hun intrede. En Mars is dan notabene ook nog vrij laag boven de horizon staat hij. Dus bij ons stond hij rond deze tijd, stond hij zo'n beetje 10, 15 graden boven de horizon. Nou ja, goed, dan, dat is dus vragen om moeilijkheden als je echt hoge resolutieopname wil maken. Laat staan de geringe grootte die Mars dan nog maar heeft. Maar je kon dan toch wel heel mooi zien hier
dat er toch een behoorlijk stof, of een behoorlijk cirrusgebied, cirrusbewolking boven de een van de Tarsusvulkanen te zien was. Maar wat nog interessanter is, dat er ook kleine lokale stofstormpjes daar te zien waren. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen ontwaren allemaal. Je ziet het hier ook op amateursopnamen die toen rond die tijd gemaakt zijn. En je kunt het inderdaad heel goed ontwaren dat daar wat stof op de warrelt in ieder geval. Het is in ieder geval een behoorlijk gebied toch nog wel. Je hebt het dan toch nog wel over gebieden van 300-400 kilometer in diameter op zijn minst. Dus dat is dus om nou van een lokale stofstroom te spreken, ja, dat is natuurlijk, ja, dat is maar net hoe je het benadert. Nou, dit waren de eerste opnamen die ik dan binnenkreeg van een Nederlander. Weliswaar een Nederlander die niet in Nederland woont, maar die dan in Curaçao huisvest. En ja, die kan natuurlijk prachtig die lage Mars, zoals die hier te zien was, kan die daar natuurlijk op een behoorlijke hoogte waarnemen. Want ja, het zat toch nog op een zuidelijke declinatie. Dus dan is het in ieder geval toch wel boeiend om in ieder geval te zien van hoe dat het ontwaren is. En je ziet hier inderdaad, hier bij de avondzijde, zie je hier al een cirruswolkengebied. En je ziet daar ook, het is 24 april, dus het is alweer wat later als dat de lokale stofstorm is geweest. Je kunt toch in ieder geval heel mooi zien dat daar nog wel behoorlijk wat vocht in de atmosfeer aanwezig was. Wat ook heel mooi te zien is dat hoe groot die zuidelijke poolkap is. Hè? De meeste opnames die ik laat zien, daar is de zuidelijke poolkap boven. En dan zul je zeggen van, goh, waarom zet je hem nou niet noordboven? Nou, dat is, heeft eigenlijk te maken dat het een internationale standaard is. En die internationale standaard die hebben we nou één keer gezet op de zuidelijke poolkap boven. Niet iedereen houdt zich daar trouwens aan. Uitzonderingen bevestigen de regel maar weer. Maar goed, wij kwamen natuurlijk toch langzamerhand in de zomermaanden terecht. Ja, en dan zit je natuurlijk midden, dat het midden in de zomer en dan... Ja, 13 juli was de eerste, een van de eerdere opnames vanuit Nederland, van John Sussenbach, wie anders. En wat bijzonder goed opvalt eigenlijk in deze doorgang is, dat je nou hier de splitsing van die Zuidpoolkap heel mooi kan zien. Wij noemden dat heel vroeger, dit gebiedje noemden we vroeger Novus Mons. En Novus Mons is de nieuwe, het nieuwe gebergte, maar wij kennen het natuurlijk veel beter als het Mitchell-gebergte. En die splitsing die is natuurlijk wel heel mooi te zien in de beginperiode, dus nog ruim voordat de oppositie plaatsvindt. Dus ja, je moet er wel heel vroeg voor je bed uit. 4:50 zie ik hier staan. Nee, 4:50. Dus ja, dan begint het natuurlijk ook al, dan is het natuurlijk ook al richting het schemering aan het gaan. Misschien is het al schemering, ik ben er niet bij geweest. Is het natuurlijk toch wel mooi om dat soort zaken te zien. Je ziet hier trouwens ook heel mooi Sinus Meridiani hier. En Sinus Sabaeus. Dus al dat soort albedo-formaties kun je op die manier kun je toch wel heel goed terugvinden. En John heeft dan ook een opname gemaakt vanuit het noorden. Hè? Heeft hij dan de telescoop bovenin staan ergens? Boven het ecliptica-vlak? Nee, dat heeft hij niet. Maar je weet natuurlijk wel dat met WinJupiter is een beetje het observatieprogramma voor de planeten. Dan kun je dus heel mooi de ephemerides, oftewel de data en de precieze doorgangen van de albedo-formaties, kun je daar heel mooi op terugvinden. Maar je kunt er dus ook je eigen opnames mee opmeten. En als je dat doet, dan kun je dus diverse aanzichten van een planeet simuleren. Want je begrijpt al, je kunt nooit daarboven hangen met je telescoop. Want we kijken er natuurlijk gewoon veel meer vanuit de equator tegenaan. Maar wat wel heel boeiend is, dat je die pool, die zuidelijke poolkap, dat je daar wel heel mooi die splitsing in kunt zien hier zo. En dat in 7 dagen tijd zie je toch dat dan precies, dan heb ik het over van 11 juli tot en met 18 juli, dat je dan precies zeg maar die splitsing ziet optreden. Dus dat zijn natuurlijk toch wel hele boeiende metingen die je daar aan zo'n planeet kan doen. Nou, we gaan verder naar 21 en 30 juli. Dus het was nog steeds hoogzomer. Dat blijft het voorlopig natuurlijk nog wel. Het is natuurlijk nog wel de planeet dan voor de grotere instrumenten. Je kunt natuurlijk wel met een kleinere telescoop kun je er naar kijken. Je kunt dan ook wel een oranje bolletje zien. Maar details ontwaren in een kleinere telescoop. Wanneer Mars nog vrij gering in diameter is, schijnbare diameter heeft. Ja, dan is dat gewoon wat moeilijker allemaal. Maar goed, met een C14. En daar werkt John mee en ook Richard werkt ermee. Links zie je de opname van John Sussenbach en
rechts zie je. Nee? Even kijken. Nee, links. Je ziet ze trouwens allebei van Richard Bosman. Het zijn twee opnames van Richard. En ja, die werkt dus ook met de C14. En dan kun je dus heel mooi de details ontvangen. Hier links zie je heel mooi Sirtis Major. Nou, we gaan verder. We gaan naar het Solus Lakers gebied. Of gebied, zeg maar. En dat noemen we ook wel eens het oog van Mars. Wat wel bekend is dat hier bijvoorbeeld Valles Marineris zit. Dat is de grootste klovervallei die we kennen in ons zonnestelsel. Hier is altijd minst geen stofstorm aanwezig is. Dan kun je dat altijd wel vrij goed ontwaren. En de seeing een beetje meewerkt. Dat kun je hier op de opnames natuurlijk ook heel mooi zien. Op die van Richard en van John. Nou, toen kwamen we langzaam, want in september terecht, augustus kreeg ik op zich heel weinig opnames binnen. Zo goed als niet eigenlijk. Ik denk dat er waarnemers op vakantie waren, of aan het strand lagen, of nou ja, noem maar wat op. Maar goed, in september begon het echt een beetje los te gaan. En 12 september kreeg ik een hele mooie opname binnen van Arnoud van Kranenburg. Martin van Engen was 2 dagen later, hetzelfde gebied. Toen was het al... Toen zat het gebied nog, het Solus Lakers gebied nog wat beter zichtbaar te zien. Richard Bosman heeft een hele mooie opname ook op diezelfde avond gemaakt. Nacht. Avond, nacht. Ja, nacht eigenlijk nog. En we zien ook een leuke opname van Wilco Kastelein en Jan Severechs. En dat is wel mooi, want je kunt die rotatie dan zo toch een klein beetje volgen. Het is wel bijzonder ook dat de albedo-formaties toch behoorlijk helder en duidelijk te zien zijn. Rond die tijd heb ik ook 1 keer door de telescoop bij onze eigen sterrenwacht gekeken. En het was wel heel mooi te zien dat die zuidelijke poolkap. En ik zag in dat geval Sinus Meridiani, die kon ik heel mooi thuisbrengen. Dus dat zijn altijd wel leuke momenten om dan toch weer terug te herinneren. Ja, rond de oppositie, dan gaan de grote instrumenten natuurlijk ook prachtige details tonen. Links zie je een opname van John Sussebach met de Sinus Gomer en Sinus Surveyor zie je daar verder. Je ziet hier ook al aan de avondkant van de opname van Arnoud van Kranenburg dat het precies op de oppositie was. Dan zie je iets van blauwe Sirius-bewolking zie je daar optreden. En ook bij Richard kun je daar iets van ontwaren. Moet er wel bij vertellen, boven die Tarsus-vulkanen, die zitten dan precies in dit rijtje zo. Die zie je hier zo weer zo'n beetje zo zitten zo. En deze hier ook aan deze kant. Er waren op dat moment eigenlijk zo goed als geen Sirius-bewolking aanwezig. Dat is iets wat in het late en in het hele vroege seizoen wel veel duidelijker aanwezig is. En dat heeft natuurlijk alles te maken ook met de temperatuur van het oppervlak. Ja, toen begon Mars nog een streek uit te halen. Want goh, er kwam in 1 keer iets voorbij. En dat was dus net na de oppositie. Dat er in 1 keer een donkere streek te ontwaren was op diverse opnames. Ook op die opname van John Sossebach zag je een hele mooie donkere streek. Nou, niemand kon hem in eerste instantie thuisbrengen. Dat deden de wildste geruchten deden een beetje de ronde. Van, wat zou dat nou kunnen zijn? Zou dat nou bijvoorbeeld een schaduw van een van die Tarsus-vulkanen kunnen zijn? Want die zie je natuurlijk ook liggen, hè? Die 3 hier zo. Maar dat zou eigenlijk niet een matchje kunnen zijn. Want ja, dan zou je dat bij die andere vulkanen ook zien. En we hebben dat in voorgaande opposities, hebben we dat eigenlijk nooit zo gezien. Dat zo'n lange, zo'n lange streek is. Nou heeft de Mars Orbiter, die heeft... die draait zijn rondjes daar heel trouw rondom Mars heen. En die heeft dezelfde feature vastgelegd. En je ziet hier, je denkt in eerste instantie, het is gerelateerd aan de zon. Maar dat is dus helemaal niet zo. Want die zon die staat dus precies zoals de pijlen hadden. Hij is precies eigenlijk haaks erop. Dus dat kan het eigenlijk weer niet verklaren. Nou, de verklaring die nou een beetje opgang vindt, is dat het gewoon een verdikking is geweest van een Sirius-bewolking die daar toch in de buurt heeft gehangen. En die dan daar toch een schaduw op heeft geworpen. Ja, dat is dus die Sirius-bewolking die moet dan echt wel in deze regio hebben gezeten. Nou kunnen we dat wat moeilijker thuisbrengen. Maar je kunt hier wel iets wat blauwigs zien op de opname van John. Of dat ook daadwerkelijk
zoveel schaduw kan werpen. Ja, het blijft nog steeds een beetje een enigma. Dus we weten nog steeds eigenlijk nog niet precies wat dat geweest zou kunnen zijn. Ja, en dan, kijk, dit is, je zou dit 10, 20 jaar geleden niet kunnen zeggen, maar dat amateurs nog eens zo ver zouden komen. Maar ja, Thierry Legault, de oude fotograaf, planeetfotograaf onder ons, en ook misschien de nieuwere kennen Thierry Legault nog wel, want die maakte toen, begin jaren 2000, maakte die geweldig mooie opnames van de planeet en van Mars. Hij maakt trouwens niet heel veel meer volgens mij op de planeten, maar goed, hij had nou de beschikking samen met nog twee anderen om door de 1 meter telescoop van de Pygmalion de opname van Mars te kunnen maken. Dus echt een mooi portret is dat geworden. En het is onwaarschijnlijk hoeveel details daarop te ontwaren zijn tot aan de diverse kraters aan toe. Dus dat zijn, ja, dat zijn natuurlijk opnames, dat is om van te kwijlen eigenlijk. Wat ook heel mooi te zien is die splitsing hier, zie je hier nog boven, bij die hele kleine zuidelijke poolkap. En ook de North Polar Hood noemen ze dat, dus de bewolking rond de Noordpool, die kun je dan ook heel mooi uitgestrekt zo zien, met zelfs structuren vlak bij de polen in de buurt. Dus het zijn natuurlijk, en aan de ochtendkant zie je ook weer die kenmerkende Sirius-bewolking. Ja, toen dachten we dat Mars het wel een beetje gehad had, hè? Ja, tussen aanhalingstekens natuurlijk, maar er kwam natuurlijk toch, in begin november kwam er toch weer wat, ja, wat stof tot ontwikkeling. En sterker nog, het werd een echte stofstorm. Helaas is dat, ja, onze waarnemers hebben daar weinig of niets van kunnen zien in de begindagen. Er zijn wel wat opnames gemaakt, die zal ik je zo laten zien. Maar dit is eigenlijk wat wel heel goed de ontwikkeling laat zien. Dit is hetzelfde gebied, zeg maar, om en nabij, zeg maar, wat eerder is opgenomen. Dit is door een zuidelijk observatorium opgenomen in Australië. Ze werken trouwens ook gewoon daar met een C14. En je kunt heel mooi zien ook hoe die stofstorm zich rond 11, 12 november zich heeft ontwikkeld eigenlijk. Dit is de eerste opname van Christopher Gowen, die zit op de Filipijnen. En je kunt al wel heel mooi zien dat hier wat stof aan het opdwarrelen is al. En je ziet hier ook dat het naarmate de datums verder vorderen, zeg maar, dan kun je ook heel goed zien van hoe dat gebied zich verder uitstrekt. En zelfs dat het boven Valles Marineris kwam te zitten en daar ook weer neersloeg. En je kunt ook heel goed zien hier dat het toch een behoorlijke stoffige atmosfeer is geworden, zeg maar een dag of 8-9 later. Nou, dat was dus inderdaad, onze waarnemers hebben daar wel naar gekeken. Helaas was de seeing toen abominabel slecht, zo ook aan de opnames te zien. Dat is, ja, je kunt er niks aan doen, je moet het nemen zoals het komt dan. Maar het is toch wel boeiend om dan toch Mars gewoon te blijven volgen, want ja, ondanks dat de seeing heel slecht is, kun je toch heel goed zien dat de stof, dat er toch daadwerkelijk te ontwaren is op de opnames van John. Het is trouwens wel een kort durende geweest, want ja, als je dan weer naar de 29 november gaat kijken, hier hebben we het over 19 november, dat John het heeft kunnen opnemen. En tien dagen later is er eigenlijk al weinig meer van te zien eigenlijk. Dus het is heel kortstondig geweest. Hier links zie je nog van 24 november zie je nog wel wat stof aan de avondzijde van Mars. Maar goed, ook toen waren de omstandigheden wel wat beter weer als die bij John, maar het was nog steeds niet super geweldig. Ja, en dan hebben we Mars een beetje gehad. Mars is natuurlijk nog steeds wel aan de gang eigenlijk. Zo, er is nog steeds wel wat details te ontwaren. Maar Mars wordt natuurlijk nou wel, met de dag wordt het kleiner. Dus dat wordt wel moeilijker om daar mooie details op te zien. Maar het is zeker zinvol om Mars te blijven volgen, zeker met de grote instrumenten. Maar goed, we gaan dus nou naar Venus toe, naar de nachtzijde van Venus. Want ik kreeg een hele mooie opname binnen van Arnoud van Kranenburg. We kennen Arnoud misschien allemaal wel, die altijd met behoorlijk voortschrijdende techniek bezig is om te kijken van waar nog hiaten kunnen zijn in het observatieprogramma. Nou, een van die hiaten zou kunnen zijn het thermische warmtestraling aan de nachtzijde van Venus. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder.
Want ja, zo gauw Venus te zien is, dan is de overweldigende helderheid van de verlichte kant van Venus, die overstraalt eigenlijk alles. Dus je moet op de een of andere manier die helderheid, die moet je natuurlijk toch zien terug te dringen. En daar heeft, daar laat ik zo wel een opname van zien, Arnoud heeft daar een hele stellage voor gemaakt met een soort occulting disc. Dus een disc die de helderheid zoveel mogelijk van Venus probeert tegen te houden. Je moet het natuurlijk niet helemaal tegenhouden, want dan zie je helemaal niks meer, ook aan de nachtzijde niet. Dus je moet hem natuurlijk gedeeltelijk gebruiken. En die thermische uitstraling aan de nachtzijde, die piekt eigenlijk zo'n beetje bij het infraroodgebied. Dus dan zit je toch boven de 1000 nanometer te kijken. En dat filter heeft hij dan ook gebruikt. En het is wel heel boeiend om te zien dat je dat soort opnames kunt gaan matchen, zeg maar, met de simulaties. Want er zijn dus hele goede simulaties van die thermische uitstraling van de nachtzijde. Dus of je daar enigszins gelijkwaardige structuren in kunt ontwaren. Nou, het is, ik weet niet of het voor jullie een beetje te zien is, maar je zou in ieder geval kunnen zeggen van, er zijn absoluut overeenkomende matches te vinden van die donkere gebieden, dus de absorptiegebieden. Ik heb ze hier nog ietsje meer vergroot. En je kunt dan echt zien van, nou, dit is dan de simulatie, zeg maar. En dit is dan de opname zoals Arnoud hem op 13 mei gemaakt heeft. En het is natuurlijk buitengewoon moeilijk, want de overstraling van het verlichte deel van Venus is natuurlijk gigantisch. Dus ondanks dat zegt dat ook helemaal niks over de fases natuurlijk, want dat schreef Arnoud er ook nog bij. Omdat je natuurlijk toch met een overbelichting ergens te maken hebt aan de verlichte kant, krijg je natuurlijk toch dat gaat groeien. Dus dan lijkt de fase ook veel groter te zijn, de verlichte fase, dan dat die in werkelijkheid is. Maar het is wel een zeer boeiende techniek om in de toekomst ook veel verder te gaan exploiteren bij echt goede omstandigheden. Nou, hier zie je dezelfde opname, of niet dezelfde, maar weer een andere opname een dag later, een paar dagen later, 14 mei. En ook daar kun je wel aan de donkere zijde van Venus, kun je toch wel die structuren kun je toch wel heel goed matchen eigenlijk. Dus ik ben ervan overtuigd haast dat het inderdaad wel is vastgelegd allemaal. En dat is natuurlijk toch wel weer een zeer vooruitstrevende observatie geweest van Arnoud op dit gebied. Even tussendoor, zou je over 5 minuten kunnen afronden? Dan je krijgt iets meer tijd omdat we wat uitlopen, maar... Ja. Het is bijna klaar. Hier zie je dan de setup achter de telescoop van Arnoud. Het is een hele stallage natuurlijk. En dan zul je zeggen van, waarom heb je nou zo'n stallage nodig? Nou, die heb je nodig om die disk die je projecteert, dat zie je hier zo, die disk. Je moet natuurlijk toch wel op een gelijke focale afstand komen te staan met Venus om en nabij. Want dat moet natuurlijk niet te ver uit focus komen. Dus daarom moet je toch om die focale een beetje bij elkaar te brengen van de disk en van Venus zelf. Dan moet je toch zo'n stallage gaan bouwen. Maar goed, dat zou nog wel eens een keer interessant zijn om Arnoud zelf een keer aan het woord daarover te laten. Ja, we hebben natuurlijk 19 juni hebben we natuurlijk een prachtige bedekking van Venus gehad door de maan. Althans, ik heb er niks van gezien. Heel veel hebben er niks van gezien. Jan Sebrechts heeft hem gelukkig wel gezien. Ja, het is toch prachtig in beeld gebracht door Jan. Ja, je kunt heel mooi zien dat hij hier de rand van de maan benadert en een keer verdwijnt ook weer. Dit is de opname van Arnoud van Kranenburg. En die had hem, dit is trouwens een gecombineerde mozaïekopname. Dus het zijn 3-4 verschillende opnames die gecombineerd zijn vanwege het helderheidsverschil, vanwege de bewolking. Is dat soms wel moeilijk om dat in één opname te krijgen. Maar niettemin, het is wel een heel mooi plaatje geworden. En rechts zie je hoe die uit de uitreden van de maan, hoe dat weer plaatsvond. En dan kun je echt zien dat hier de maan, zeg maar de limp van de maan, de donkere kant van de maan, dat die daar naar boven schuift als het ware. Nou, ik kreeg nou een hele mooie opname van Richard Benner van de Venus. Het is natuurlijk nog steeds prachtig om details in het wolkendek, in het verlichte deel van het wolkendek van Venus, om dat in ieder geval toch te proberen vast te leggen.
Ja, dat is een hele mooie serie. Er zit ook met onwaarschijnlijk veel mooie details in het wolkenwerk. En we hebben natuurlijk nou nog, en daar hebben we nou op dit moment geen plaatje van, maar we hebben nou natuurlijk ook nog een reeks gehad van dat de fases steeds groter werden. Dit is ook nog een mooie reeks Venusopnames van Arnoud van Kranenburg. Dus dat is, ja, dan zie je ook hoe dat wolkendek zich evolueert in de loop van de week. Nou, dit was de laatste slide van mijn presentatie. Ik hou jullie nog wel even voor. Zitten we nu natuurlijk midden in een hele mooie nauwe samenstand die we nou gaan krijgen tussen Jupiter en Saturnus. Ik heb hem gelukkig gisteravond zelf wel kunnen zien, maar toen was hij met een 300 mm lens, kon ik hem toch leuk fotograferen. Maar goed, vandaag heb ik hem helaas niet kunnen ontwaren. En het is te hopen dat we in ieder geval op 21 december, dat we dan in ieder geval weer een leuke, hele nauwe samenstand kunnen zien. En fotograferen het ook, want het is zelfs in de telescoop in beeld gehad. Dus in ieder geval, dank jullie wel voor jullie aandacht. Dankjewel, Jan. Ja. En dan kijken, wie is er nu aan de beurt? Wilco. Ja. Het is mijn beurt, oké. Okay. Ik ga mijn scherp delen. Ja, hij is in beeld. Ga je gang. Yes. Ja, goedenavond allemaal. Ik zou iets laten zien over de opstelling die ik gebruik. Gebruik maak ik van een Dobson en een equatoriaal volgplatform. Om te beginnen, planeetfotografie is natuurlijk een hele gave hobby. Maar hoe begin je? Want planeten goed te kunnen fotograferen, heb je bij voorkeur wel een flinke telescoop nodig, zoals we al eerder hebben gehoord van Martin. Dus wil je een beetje leuke foto's kunnen maken, dan is een kijker met een spiegel van iets van 20 centimeter wel zo ongeveer het minimum. Je kunt natuurlijk ook wel met kleinere telescopen, maar ja, wil je toch echt een beetje leuke plaatjes gaan krijgen, dan is 20 centimeter wel aan te raden. Maar hoe groter de opening, hoe beter, zoals we ook hebben gehoord. Dat wordt het oplossingsvermogen groter. Dus bigger is better in planeetfotografie. Maar grotere telescopen zijn ook duurder. En ze zijn zwaarder. En ze zijn doorgaans lastiger om op te stellen. En natuurlijk moet je ook nadenken van waar ga je hem opbergen in je huis. Je moet al ergens de ruimte voor hebben voor zo'n enorm gevaarte. De meeste planeetfotografen die kiezen voor zogenaamde Smith-Cassegrain type kijker. Dit is een redelijk compact type kijker die toch een flinke opening kan hebben. Alleen helaas zijn dit soort telescopen behoorlijk prijzig. En dat kan voor mensen die beginnen met deze hobby toch wel een drempel zijn om eraan te beginnen. Zeker als je rekent dat in Nederland een aantal keren per jaar dat de omstandigheden goed genoeg zijn om foto's te maken, zo'n beetje op twee handen te tellen zijn. Dus alles bij elkaar heb je al gauw ik heb zelf niet zo'n kijker, maar inclusief toebehoren iets van €6.000 uitgegeven aan nieuwwaarde. Er zijn een aantal overwegingen die ik heb overwogen. Hoe vaak heb je de gelegenheid om in Nederland planeten te fotograferen? Dat is gewoon uiteindelijk, als je alles bij elkaar optelt, niet al te vaak. Dat heeft met een aantal dingen te maken. Planeten zijn ten eerste vaak gewoon helemaal niet zichtbaar, een groot deel van het jaar. Of ze staan te laag aan de hemel. Dit hebben we natuurlijk de afgelopen jaren heel erg gezien. Hè? Daar hebben wij de meeste planeten gewoon echt veel te laag stonden. En waarbij ook gewoon de opname die je nog kon maken gewoon niet echt mooi meer werd. En dit jaar hadden we voor het eerst natuurlijk de Mars-oppositie, waarbij Mars eindelijk weer eens wat hoger kwam te staan. En toch echt mooie resultaten zijn behaald, zoals we net gezien hebben.
Ja, en als ze al zichtbaar zijn, dan is het vaak ergens in de nacht, vroeg in de ochtend. Dan heb je dat ervoor over om op te staan. Hè. Het is vaak toch door de week dat het helder is natuurlijk, zou je net zien. Hoe zit je met je werk, hoe met je studie? En de weersomstandigen werken ook natuurlijk meestal niet mee in Nederland. Zeker in het najaar en in de winter is het gewoon vaak bewolkt. Of is er gewoon te veel luchtonrust en daarom ook slechte seeing. En ik heb zelf ook andere hobby's. Ik heb een gezinsleven. Ik heb een 40-uurige werkweek. Dus voor mij geldt in ieder geval dat het aantal dagen waar ik er zelf nog aan toe kom, doorgaans op één hand te tellen zijn in een jaar. Kun je afvragen van hoeveel is het je dan waard om aan uit te geven. Laat ik mezelf even voorstellen, te beginnen. Ik ben Wilco Kastelein, 48 jaar oud, ben getrouwd, ik ben vader van 2 kinderen. In het dagelijks leven ben ik softwareontwikkelaar. In 2012 leefde mijn interesse voor het beoefenen van sterrenkunde als hobby weer op. Het was voor mij een hobby die begon in mijn jeugdjaren. Ik ben ook een aantal jaren lid geweest van de JWG-afdeling van Sonderborg in Utrecht. En toen ik weer begon in 2012 had ik eigenlijk nog niet zo'n goed beeld van de mogelijkheden. Maar mijn interesse ging primair uit naar het observeren van planeten en de maan. Het werd mij toen wel al duidelijk dat ik daarvoor een grotere kijker beter kon kopen. Maar om te beginnen wilde ik daar natuurlijk niet meteen al te veel geld aan uitgeven. Dus werd het uiteindelijk een heel eenvoudige Dobson-telescoop. Ik heb hier een plaatje rechtsonder, kun je daarvan zien. Het is eentje zonder volgsysteem. De Skywatcher Dobson met een 254 mm spiegel, 1200 mm brandpuntsafstand. En achteraf gezien bleek dit eigenlijk best wel een goede keuze te zijn. Dit is namelijk naar mijn idee het formaat Dobson, wat ik zou willen omschrijven als de grootste Dobson die je nog redelijk kunt verplaatsen zonder dat je echt een breuk hoeft te sjouwen. En dat kun je gewoon in je eentje doen. Dat is goed te doen. Foto's maken met een Dobson. Zou je zeggen dat lijkt mij lastig. Ik kwam me na een tijdje in bezit te zijn van de kijker, kwam ik erachter dat het eigenlijk mogelijk is om met behulp van mijn smartphone gewoon achter het oculair te plaatsen, best wel leuke plaatjes van de maan kon schieten. Dus ik ben daar toen een beetje mee gaan experimenteren. En bedacht uiteindelijk een simpel houdertje waarmee ik hem de smartphone op de telescoop, op de oculair houder kon monteren. Vestigen, zodanig dat ik dus ook gewoon trillingsvrije opnames of foto's kon maken. Die geen last had van trillingen, van aanraken en dergelijke. En later probeerde ik dit ook nog met planeten en met succes. Dit lukte zelfs ook nog best wel aardig. Ik heb hier bijvoorbeeld een fotootje van Saturnus, wat ik ook gemaakt heb op die manier met oculair projectie. En een videoopname gemaakt met mijn smartphone destijds. Dit was in 2013. Het zijn geen super opnamen, maar als je nagaat dat dit op deze manier gemaakt is, vind ik dit was ik hier eigenlijk best wel tevreden over. Maar goed, het probleem wat ik wel steeds tegenaan liep, is dat blijft met name ook bij flinke vergroting die planeten natuurlijk heel snel uit beeld schoven. En dat is niet handig. Uiteindelijk heb ik besloten om een equatoriaal volgplatform aan te schaffen. En dat is een platform wat speciaal bedoeld is voor gebruik bij zo'n Dobson-telescoop. De telescoop zet je dan boven erop. Kun je het platform uitlijnen en zodanig dat je een redelijk nauwkeurig volgsysteem hebt. En ik heb hem destijds gekocht in 2012 bij Telescope Express voor ongeveer €200. Dat is niet al te veel. De foto die hier rechtsonder zit is het meest gelijkende op wat ik thuis heb staan. Je kunt er ook geen zelf maken, dat is goed te doen. Dan ben je nog minder kwijt, iets van €100. Uiteindelijk heb ik een planeetcamera aangeschaft en een Barlow-lens natuurlijk. En daarmee werden de resultaten wel een stuk beter. Dit is bijvoorbeeld wat je hier rechts ziet, is een opname van Jupiter die ik in 2014 heb genomen. Op dat moment stond in de wintermaanden Jupiter nog echt goed hoog aan de hemel. Iets van 50 graden, meen ik toen dat het was.
En ja, dat was eigenlijk volgens mij, dit was een van de eerste opnamen die ik maakte. En die was al, ja, daar was ik al best wel blij mee dat dit ja, zo goed ging eigenlijk. Ja, en ja, in wezen is dit ja, de opstelling waar ik tot op de dag van vandaag nog steeds mee werk. Ik heb eigenlijk nooit meer noodzaak gezien om te upgraden naar wat, ja, wat betere, meer professionele opstelling. Omdat dit ja, gewoon goed voor mij werkt. Ik heb wel gaandeweg wat kleine ja, aanpassingen gemaakt. Met name aan het volgplatform. Je kunt hier bijvoorbeeld onderin zien dat ik ja, oorspronkelijk... kan ik op de vorige... hier nog zien, kijk, het motortje. Daar zit het bedieningspaneeltje aan. En dat heb ik losgemaakt. Zodat ik, en heb ik een draad ertussen gezet, zodat ik daar op deze manier door gebruik te maken van een bartafeltje. Ja, gewoon terwijl ik kijk naar het laptopscherm waar het beeldveld in zichtbaar is, kan ik ja, het motortje iets wat corrigeren. Dat is ook wel nodig, want het volgplatform volgt van zichzelf net niet nauwkeurig genoeg. Nou, waardoor je ja, af en toe met de hand de snelheid van de motor wat moet aanpassen. Ja, goed, wat ik hier verder nog over kan zeggen is dat ja, dit werkt voor mij vrij comfortabel, zoals je ziet. Ik kan gewoon staan. Ja, het is redelijk ergonomisch. Overigens, wat ik, ja, je zou zeggen, wat doe ik hier om midden op de dag? Dit is in het voorjaar, toen Venus goed te zien was. En dit was aan het eind van de middag, tijdens daglicht. Dan kon je, ja, op dat moment kun je al eigenlijk al prima opname maken van Venus. Omdat die gewoon zo helder is, kun je die gewoon met daglicht ja, redelijk goed vinden. Ja, dat gezegd hebben. Ja, er zijn wel wat beperkingen aan dergelijke opstellingen. Dat moet wel duidelijk zijn. Hè. Het is, belangrijkste is dat, ja, zoals ik al zei, ja, het volgplatform ja, volgt. Net niet nauwkeurig genoeg. Het is nodig om af en toe ja, wat te corrigeren. Hoe dan ook, ja, verschuift het beeld na verloop van 5 à 10 minuten toch uit beeld. Dan zul je toch wel ja, iets met de hand moeten bijstellen. Maar goed, dat is op zich ruim voldoende om, ja, meerdere opnamen achter elkaar te maken. Ja, verder is het zo dat ja, het is in het begin ook wat lastig om alles gaat met de hand. Dus ja, met name het richten van de kijkerbuis is soms wat lastig. Het is belangrijk dat je de focus er goed uitlijnt met het kijken. Ook met het beeld van wat je ziet op het scherm. En dit vergt gewoon wat oefening. Is in het begin wat lastig. Uiteindelijk ja, leer je dat wel. Het is goed te doen. Ja, je wilt het maken van de opname met zo'n opstelling ook wel ja, zo eenvoudig mogelijk houden. Omdat je toch bezig bent continu met een motortje en ja, toch, bedienen van fire capture. Ik zou hier bij deze opstelling ook geen filterwiel bijvoorbeeld gebruiken. Of monochroom camera's, iets dergelijks waarbij je dan ja, continu filters moet weer wisselen. De huidige generatie USB 3 kleurencamera's zijn, ja, die zijn eigenlijk gewoon zo goed geworden. Dat je daarmee ja, nagenoeg, ik zou durven zeggen, bijna even goede kwaliteit opname kan maken als met monochrome camera's met filter tegenwoordig. En je ziet daarom ook zelfs de wat meer ervaren fotografen overschakelen op dit soort camera's. Omdat dat ook gewoon ja, heel makkelijk is. Hè? Je kan gewoon snel schieten en ook in de nabewerking scheelt het je een hoop tijd. Maar goed, ja, in principe heb je dus ja, hiermee dan voor een redelijke prijs heb je toch een aardige opstelling. Die goed te bedienen is en ja, echt wel leuke opnames kan maken. Ja, en als je alles bij elkaar optelt van wat zou je dan ongeveer uitgeven, dan zou je met iets van 1400, 1500 euro wel klaar moeten zijn. Daarvoor heb je dan de kijker en de platform en ook camera's, Parlo, dispersiecorrector. Dit is natuurlijk nog steeds best wel een aardige uitgave. Hè, dus, maar goed, het is nog te overzien. Ja, je kunt natuurlijk ook voor kiezen om alles tweedehands te kopen. Dat is erg goed te doen. Daarmee zal je nog aanzienlijk goedkoper uit zijn.
Ja, hier wat recente opnames nog, om even een beetje beeld te krijgen van wat mogelijk is. Dit is Jupiter, gemaakt in 2017, rondom de oppositiedatum in april toe. 2017 stond Jupiter nog een graad of 30 hoog aan de hemel. Dat was, ja, dat was nog redelijk. Daarna werd het gewoon echt te laag om nog echt leuke scherpe beelden te krijgen. Ik heb op drie verschillende data heb ik echt goede, ja, goede opnamen kunnen maken. Ik had natuurlijk veel meer opnamen, maar die waren gewoon wat minder vanwege de omstandigheden die gewoon wat, wat minder waren op dat moment. Ja, dit jaar natuurlijk de Mars-oppositie. Heb ik ook het geluk gehad op drie verschillende data. Toch, ja, dus toch nog gelukt om een beetje leuke opnamen te maken. Ja, de, rondom dit, vier dagen na de oppositiedatum. Vier dagen, ja, dat was eigenlijk, toen was de seeing ook gewoon erg goed. Ja, daar ben ik wel blij mee, dat dat toch maar redelijk goed gelukt. Hier nog twee maanopnamen. Linksboven de krater Arsagel, dat was op 2 mei 2020. En rechtsonder Klaafjes. Dit was overigens ten tijde van de lockdown. Ik heb toen heel veel planeet- en maanopname kunnen maken. Ook ja, omdat ik gewoon redelijk aan huis en tuin gekluisterd was. En, ja, dus dat is ook een goed moment om zo'n hobby weer eens op te pakken, heb ik gemerkt. Oké. Okay. Nou, tenslotte nog een klein... ja, even ter verduidelijking even inzoomen op de focuser. Wat je hier kunt zien. Is ten eerste de, ja, wat ik, om te beginnen heb ik op de focus de Televue 3x Biro lens gebruik ik. Om tot een ja, acceptabele brandspuntsafstand te komen. En in mijn geval heb ik een ongeveer F5 kijker. Dus met de 3x Biro kom ik op ja, F15 uit, iets minder. Daarbovenop zet ik een dispersiecorrector. Ik gebruik de ZWO dispersiecorrector. Bij het plaatsen daarvan is het belangrijk dat je die natuurlijk evenwijdig laat lopen aan de horizon, zoveel mogelijk. Dat is bij een Dobson-kijker niet al te vanzelfsprekend. Daarbij let ik erop dat de twee palletjes die je rechts ziet, dat die dus in een neutraal stand staan en die probeer je dan evenwijdig te krijgen, of, ja, horizontaal. Als je dat gaat corrigeren, dan probeer je ze zoveel mogelijk ook evenwijdig van elkaar af te verwijderen. En zodoende totdat je in de camera of op het beeld van de laptop ja, gewoon geen zichtbare dispersie meer ziet met de kleuropnames. En tenslotte de AC224 MC camera gebruik ik momenteel. Dus, ja, dat is nog steeds een prima camera, moet ik zeggen. Uitstekend kwaliteit. Hoge framerate. En het voordeel van dit soort USB 3 camera's is dus dat je ja, ruim voldoende frames binnenhaalt binnen hele korte tijd om te gebruiken in de nabewerking met autostacker. Ja, en dat is ook zeker met een dergelijke opstelling wel heel fijn. Ik zal verder niet al te veel meer vertellen over het nabewerken. Ik heb daar zelf eerder een presentatie over gegeven. Er staat ook een artikel over op onze website. Ja. Nou goed, dat was eigenlijk mijn verhaal. Ik weet niet of er in de tussentijd nog vragen zijn. Ik heb nog geen vragen op de chat gezien. Maar in ieder geval, dankjewel Wilco. Dat was een heel mooi verhaal. Ja, ik zal het delen weer stoppen. Ja. Oké. Okay. En dan is Bert aan de beurt, volgens mij. Hoor je mij nu? Ik hoor je in ieder geval goed. Nee, even, maar in. Ik ga meteen beginnen. Okay. Ik heb huisgenoten. ja, ik ga even met jullie wat vertellen over een binodopson. Een binoculaire dopson. Dat wil zeggen dat je met twee ogen tegelijk kijkt. En daar heb ik een presentatie, een hele eenvoudige presentatie, heb ik daarvoor in elkaar geknutseld. Die ga ik nu even proberen op te starten. Ik hoop dat jullie hem
zo gaan zien. Als het goed is, hebben jullie hem nu in beeld. Klopt dat? Ik zie nog niks. Dan heb ik nog een probleem. Ik heb namelijk volledig scherm. Delen nog. Ja, dat moet even gebeuren. Klopt dat nu? Ik zie hem nog niet. En nu? Nog niet. Dan doe ik het even opnieuw. Even kijken, okay. Wacht ervoor. Heb ik misschien iets... Nee, volgens mij zou... Ik ga er even uit. Ja. Aan de... Nu presenteren. Volledig scherm. Maar ik krijg delen, wordt bij mij niet helder. Ik kan dat niet aanklikken. Wat vervelend nou, want we hebben dit geoefend. Ja, even kijken. Bij mij is delen is grijs, dus ik kan het niet delen op een of andere manier. Het wordt, het gaat licht geven of het wordt aanklikbaar op het moment dat je het plaatje wat je wilt delen zelf even aanklikt. Oké, dat heb ik nu. Zal ik even kleiner zetten? Nee, dat zit niet. Ja, maar even delen. Ja. Gelukt. Oké. En nu hebben jullie hem op, hè? Ja. Ik moet even vol scherm maken en dan komt het allemaal. Nog steeds? Ja. Gaat de goede kant uit. Ja, ik ga het dus hebben over het ontwerp, de bouw en gebruik van een binoculaire Dobson-telescoop. Of je en, even dat balkje beneden wil klikken op verbergen, dan zien we vol scherm. Ja, dankjewel. Dat het kijken met twee ogen nogal wat voordelen heeft. En daar kom ik bij de volgende dia even op terug. Hè, van waarom gaan we een binotelescoop gebruiken? Nou, met twee ogen zie je beter en sneller fijne details. En de contrastgevoeligheid van je ogen wordt groter. Ik heb verschillende mensen laten kijken door mijn binoculaire telescoop naar Mars. En ze waren toch allemaal erg onder de indruk wat je met twee ogen toch weer kunt zien ten opzichte van één oog. En bij deep sky objecten, oftewel DSO's, dat is niet helemaal onze doelgroep bij maan en planeten, maar het is wel toch even leuk te vermelden dat je sneller en makkelijker lichtzwakker details ziet in bijvoorbeeld spiraalarmen van sterrenstelsels. En je ziet daadwerkelijke zwakkere details. Dus je kunt sterrenstelsels die heel erg zwak zijn en op de grens liggen van het waarneembare, zie je met twee ogen goed verschijnen. Terwijl je als je met één oog kijkt, het sterrenstelsel verzuipt in de oogruis. Dus dat heeft echt voordelen. Je kunt ook een grotere telescoop nemen. En dan kun je een binoviewer op aansluiten. Dat zien we links in beeld. Hier hebben we de bekende binoviewers. Die zijn onder andere van Bader. Die heeft er een, de Max Bright. En bijvoorbeeld de Wilmy Optics heeft een bekende binoviewer. En rechts zien wij dus een echte binoculaire telescoop. Net zoals met een verrekijker. Dat je met twee ogen tegelijkertijd gebruik maakt en twee kijkers tegelijkertijd gebruik maakt. En dat heeft bepaalde voordelen, dat je met twee ogen kijkt. De binoviewer die maakt gebruik van hetzelfde licht met dezelfde golflengte of golfpatroon, terwijl een binoculaire telescoop die maakt echt gebruik van twee telescopen, één voor elk oog. En een binoviewer die deelt het licht. Dus je bent voor elk oog bij 50% of meer van het licht kwijt. Maar het belangrijkste voor maan en planeten is dat een binoviewer die compenseert geen seeing effecten. Ik heb zelf gemerkt, ik heb namelijk ook een binoviewer, dus ik kan het heel goed met elkaar vergelijken. En op het moment dat je met twee aparte telescopen kijkt, dan is vaak
het beeld in de ene telescoop wat en voor je ene oog wat beter dan voor het andere oog. En je hersenen die compenseren dat gelijk. Dus je kunt, je zit continu te kijken naar het beste beeld, zonder dat je dat echt in de gaten hebt. Maar met experimenteren hiermee geeft dat heel duidelijk weer. Dus het heeft echt een voordeel om met twee ogen in twee kijkers te werken. Daarnaast geeft een binoculaire telescoop een winstfactor in licht van 1,4 keer de diameter van de spiegel. In tegenstelling tot een binoviewer die dus het licht halveert per oog. En dat kun je dan weer maal 1,4 doen, omdat je met twee ogen tegelijk kijkt. Dat telt dat in de hersenen toch weer een beetje op. Maar in de praktijk is het met deep sky objecten, is dat, gaat er ver bovenuit tot bijna 2. Dus dat je echt met, lijkt alsof je met een flink grotere telescoop kijkt. Het is niet zo dat het oplossend vermogen mee omhoog gaat. Maar met twee ogen tegelijkertijd kijken, zie je sneller en makkelijker fijne details. Als je heel goed oplet met twee ogen en je kijkt, gaat alweer naar één oog, dan kun je het vaak wel zien. Maar andersom nooit. Ik heb nog nooit meegemaakt dat als ik naar Jupiter keek bijvoorbeeld, dat ik met één oog een bepaald detail had gevonden en dat met twee ogen dan makkelijker kon zien. Het was altijd omgekeerd. Dus met twee ogen zag ik fijne festoons die ik met één oog dan ook wel kon zien, maar die had ik nooit van tevoren zelf gevonden met één oog. En je kunt het een beetje vergelijken met het horen met één oor. Dat is dan een gewone telescoop met twee boxjes waar twee keer een monogeluid uitkomt. Dat is dan kijken met twee ogen met een binoviewer. En stereo, waardoor het in één keer heel mooi beeldvullend wordt. Dus, maakt echt uit. Nou, maar een binoculaire telescoop heeft ook nadelen. Het is veel lastiger te bouwen. Want je moet minimaal twee kijkerbuizen bouwen. Maar je moet ze ook nog op een bepaalde manier aan elkaar koppelen. Je moet het onderstel geschikt maken voor het dubbele gewicht of meer. En je moet een methode vinden om die twee telescopen in dezelfde richting te zetten. Dat noemen ze het mergen. Daar kom ik nog even op terug. Je hebt telkens twee oculaire nodig. Ik gebruik zelf twee keer 32 mm plussel oculaire voor overzicht kijken. En ik heb twee zoom oculaire van de Hyperion Mark IV's. En die gebruik ik dan voor het gebied van 24 mm tot 8 mm. En ik heb een 32 centimeter spiegel met 1600 mm brandpuntafstand. En ik kan dus niet heel erg veel vergroten, maar veel genoeg, groot genoeg. Zeker als je weer met twee ogen kijkt, waarin het allemaal veel makkelijker te zien is. Maar de kijker is lomper, minder goed te vervoeren, opzetten. Nou, en je moet en twee buizen collimeren. En als je dat gedaan hebt, moet je ook nog ze ontschelen, hè, het mergen. Dus je bent daar wel wat langer mee bezig en het is bepaald geen grab-and-go kijker. Ik gebruik hem ook in Nederland zelden. Maar ik heb hem wel mijn exemplaar geschikt gemaakt om mee in het vliegtuig te kunnen nemen naar La Palma, het Canarische eilanden. Of ik ga hem naar Duitsland in collage. De meest gebruikte versie van andere mensen die een binoculaire spiegeldopsel hebben gemaakt, die hebben een mechanische, hele stabiele constructie, omdat en de collimatie en de merging beide goed moeten zijn. En zodra je aan één van die twee dingetjes sleutelt, dus de collimatie van één kijker, de collimatie van een andere kijker, of het ontschelen, breng je gelijk de collimatie van een telescoop om zeep. Als je aan een spiegeltje draait, ben je aan de beurt. En je hebt 6 spiegels in een binoculaire telescoop. En je hoeft er maar eentje iets te verzetten en je bent gelijk de merging kwijt. Of je zet hem juist goed en je bent de collimatie kwijt. Dus het is best wel lastig
zoals ik het hier zei, hè, dus elke minimaal beweging van inspiegeltje en constructie, dus iets waardoor, of je zet de kijker in een andere richting, waardoor die toch nog iets verplaatst, dan heb je miscollimatie en scheelbeeld. Dus het valt allemaal niet mee. En ik had ook nog de ambitie om die telescoop mee te kunnen nemen in het vliegtuig naar La Palma. Dus dat was een hele gedoe om dat allemaal voor elkaar te krijgen. En ik wil met een 32 centimeter binoculaire telescoop naar La Palma. Nou, ik heb een alternatieve constructie bedacht. Ik kom zo ook met foto's nog. Dus ik ga twee aparte buizen maken waarin elke keer gewoon normaal gecollimeerd kan worden, 100%. Maar ik ga veel minder eisen stellen aan de merging. Dat wil zeggen, ik ga, als ik het object gevonden heb met één oog en een zoeker, ga ik daarna het merging. Ik heb daar iets voor uitgedacht waarin dat vrij makkelijk zou gaan. Maar ik kan dus de twee buizen kan ik onafhankelijk van elkaar bewegen en op die manier goed zetten. Waardoor ik, zodra het object in beeld is, ik even ontscheel en dan kan ik ook gewoon kijken. En daarmee bleek ik dus een veel lichtere constructie te kunnen gebruiken met de bouw. Nou, hier zie je een kijker, is nog net niet helemaal af, maar dit is mijn versie 1.0. En je ziet dus hier de ene kant van de buis, de andere buis. Ik heb een gemeenschappelijk Dobson draai gebeuren. Hier zie je het kistje waar ik in de spiegels opberg op het moment dat ik ze in het vliegtuig meeneem als handbagage. Elke spiegel weegt 4,5 kilo. En dit kistje heb ik gemaakt van 7 mm licht hout. Waardoor het totale kistje precies 10 kilo weegt. Maar ook echt 10 kilo. 10,00 kilo. En nou, hij valt ruim binnen de maten van handbagage. Ook in de nieuwe versies 2021, want dan zijn de bekende trolleys, mag je voor gaan betalen. Dus ik heb goed nieuws voor die mensen die daar dachten dat ze dan gratis bagage mee konden nemen. Ook mijn nieuwe koffer, de koffermaten van mij, passen daar nog net in. Dus kan ik nog steeds gratis meenemen. Nou, ik heb versie 1, dat werkt, maar nog lang niet naar behoren. Op het moment dat je namelijk de kijker ontscheelt, dan heeft dat invloed op de oogafstand tussen mijn twee ogen. Die moet bij mij op 63 mm staan. Dat werkte niet zo fijn. Ik merkte dat de merging van de ene buis ten opzichte van de andere buiten de maximale instelling terecht kwam. Want ik dacht van, nou, ik heb een 1 centimeter heen en weer, heb ik wel genoeg. Dat bleek te weinig te zijn. En ik moest een beetje wrikken om dat goed te krijgen. Nou, dat had weer een beetje consequenties voor de collimatie, maar voilà, dat is allemaal gelukt. De stabiliteit van het geheel was toch nog, nou, het trilde mij nog iets te veel. Maar het beeld, dat was toch echt fantastisch. En ik heb toch mensen gezegd van, dit is echt van een kleine kijker naar een grote kijker, naar een binoviewer. En dat zijn even grote stappen. Dus het is echt veel meer dan alleen maar met één oog kijken. En het is ook veel mooier dan met een binoviewer. Ik heb in versie 1.1 wat verbeteringen aangebracht. Ik heb een nieuw systeem gemaakt voor de oogafstand. Ik heb twee helicofocussers daarvoor aangeschaft en daartussen ingezet. En ik heb een collimatiemogelijkheid ingevoerd voor tertiaire spiegels. En met die configuratie ben ik naar La Palma gegaan. U ziet mij hier de telescoop opbouwen op de Roque de la Muchachos op ruim 2200 meter hoogte. En op de achtergrond staat, ik geloof dat het de Isaac Newton telescoop is, maar daar staan in ieder geval de professionele jongens. En om hier te genieten van de prachtige seeing en luchtomstandigheden. Ik heb daar die dag een leuke primeur meegemaakt voor mezelf, dat ik Mercurius, Venus, Aarde, ja, waar ik dan op stond, Mars, Jupiter en Saturnus allemaal bij elkaar heb gezien. Allemaal aan de avondhevel. Waarin Mercurius net niet met blote ogen zichtbaar was, maar de rest natuurlijk wel. Dat was een leuke bijkomstigheid. En Saturnus stond werkelijk super strak in beeld, met geen enkele
luchtonrust. Prachtig. Ja. Ik krijg allemaal beeldjes, tikjes binnen. Oké, niks geen bijzonders. Nou ja, de ervaring is superlatieven. Het is gewoon erg leuk om met twee ogen tegelijk te kijken. Het mergen door handmatig verstellen is erg goed te doen. Ik heb gemerkt dat dat eigenlijk minder tijd kost dan twee keer zoomen en daarmee focussen. Alleen de stabiliteit, ik zie dat er een tikfoutje zit, moet nog een stukje beter. En dus, er komt geen versie 1.2, maar 2.0. Daar ben ik nu mee aan het bouwen. Anders wordt dat de oogafstand gaat niet door helical focuses, maar door draaibare bovenkooien. Die kan ik dan iets naar elkaar toedraaien en van elkaar afdraaien. Ik ben helemaal lichtere buizen aan het bouwen. Dus OTA's, dat zijn met vliegtuigtriplex. Maar dan komt er een zwaardere ophanging aan de onderkant. En mergen heb ik zodanig, ga ik dat loslaten, dat ik heb gemerkt dat het mergen te doen is door, bij wijze van spreken, de bovenkant van de telescopen gewoon in de hand te houden. Weliswaar met een steunbalkje, dus dat ik mijn muis van mijn hand op dat balkje kan laten rusten. Maar voor de rest kan ik ze eigenlijk los in de hand houden. Zo makkelijk gaat dat. En mijn eerste versie probeerde ik allemaal nog in één koffer te proppen. En ik heb besloten om dat te verdelen onder twee koffers. En daar de kleren gewoon tussen de telescooponderdelen in te proppen. Nou, versie 2 heb ik nog lang niet klaar. Maar dat laat ik in de toekomst nog eens zien. En ik hoop dat ik ooit nog eens een keer, misschien over een jaar of zo, live de telescoop kan laten zien bij een bijeenkomst. En mijn ervaringen met 2.0 ja, met jullie te delen. Dat was het einde van mijn presentatie. Ja, heel leuk. Ik hoop dat ik dat inderdaad nog een keer kan meemaken. Als dat vaccin eindelijk heb, dan en er weer starparties zijn. Ja. Zo, en dan zet ik. Oké. Okay. Dus, hoe zet ik mijn presentatie? Presentatie stoppen. Zo. Ja. Oké, ja, dan heb ik nog een verhaal. Hebben we nog vragen trouwens van iemand of niet? Ik heb geen vragen gezien. Oké. Ja, en ik heb nu even het zicht over mijn presentatie. Ik even zaken goed zetten, zodat ik mijn speakbrief ook kan zien. Zo, ja. Oké, ja, we lopen dus een kwartiertje uit. Mijn presentatie gaat, als het goed is, exact een half uur duren. Daar heb ik op getimed. En mijn verhaal is altijd over de recente ontwikkelingen in het zonnestelsel. En dat is altijd, zijn alle ontwikkelingen sinds de vorige presentatie met de recente ontwikkelingen in het zonnestelsel. En nou, dat was 8 maanden geleden, ook tijdens een livestream, toen nog op Twitch. Die is trouwens wel te zien ook op YouTube, by the way. Ja, en ja, wat is dus 8 maanden tijd? Er is echt zo verschrikkelijk veel gebeurd. Dat is echt niet te geloven. Om maar iets te noemen. Er is fosfine in de atmosfeer van Venus gevonden. Mogelijk spoor van leven. Er is een Chinese lander op de maan geland en weer opgestegen met monsters. Er zijn 3 missies naar Mars onderweg. Die komen in februari aan. En er is ook nog een watertoren van SpaceX die een bellyflop heeft gedaan. Dus echt, ja, dat neem ik dan maar even voor het gemak bij. Want dat moet toch de latere bemande Marsraket worden, ooit. En Elon Musk is hard bezig, zullen we maar zeggen. Heel kort over mezelf. Ik ben Marcian Krijgsman. Ik ben de PR-functionaris van de werkgroep Maan en Planeten. Ik schrijf stukjes op onze blog maanenplaneten.nl of werkgroepmaanenplaneten.nl. En die deel ik ook op Facebook en op Twitter. En gauw door. Ik doe mijn recente ontwikkelingen sinds een paar jaar altijd vanaf de binnenkant van het zonnestelsel helemaal naar buiten. We beginnen bij Mercurius. En daar zijn geen actieve missies op dit moment. Geen satellieten actief. Maar er is wel een Europees-Japanse missie onderweg. Die heet BepiColombo. En
Om daar te komen moet hij een aantal keren een flyby maken langs een aantal planeten, zodat hij snelheid krijgt en dus bij Mercurius kan aankomen. En hij heeft dus hij is langs aarde gevlogen op 10 april, en dat zag er zo uit. En hij is op 15 oktober langs Venus gevlogen, en dat zag er zo uit. En dit, hier hebben ze gewoon een soort van monitoring slash webcam-achtig ding op de satelliet voor zitten. Volgens mij op de Japanse deel van de Baby Colombo stack. Dit was een maand nadat er fosfine in de atmosfeer van Venus was gevonden. Dus de vraag was, kunnen jullie daar nog even heel wat snel wat mee doen? Maar zo'n flyby is echt maanden van tevoren gepland. Dus dat zat er niet echt in. Maar volgend jaar gaat Baby Colombo nog een keer langs Venus komen op slechts 500 kilometer. En dan gaan ze wel een poging doen om daar wat metingen te doen. Nou, dat brengt mij mooi bij Venus. Wat is daar allemaal gebeurd? Dit is niet heel erg groot in het nieuws gekomen. Er was een heel interessant artikel van een paar wetenschappers die zeiden, we moeten eigenlijk een monster gaan nemen van Venus. Nou, ik vond dat zeer interessant, want hoe ga je dat in vredesnaam doen? Want Venus, de druk, luchtdruk, atmosferische druk op het oppervlak is 90 keer die van aarde. Het is al moeilijk om een raket te lanceren van aarde. Dus laat staan door een atmosfeer die 90 keer zo dik is. Nou, daar hadden ze wel een idee over. Ze hadden trouwens ook allemaal prachtige redenen waarom we dat monster echt nodig hebben. Dat zou hele belangrijke vragen kunnen beantwoorden over het ontstaan van de binnenkant van het zonnestelsel, het ontstaan van zijn maan, het ontstaan van de aarde. Daar kan ik helaas niet heel diep op ingaan, want ja, de tijd is wat beperkt. Maar hun idee was van, je moet een lander neerzetten. Die moet monsters gaan nemen met een schep en met een boor. En dan heb je daar bovenop die lander heb je een raket. En daar breng je die monsters in. En die raket vuurt niet af van het oppervlak, maar die gaat eerst aan een ballon naar 66 kilometer hoogte. Daar vuur je hem af. En dan moet hij in een baan rond Venus komen. Moet hij een koppeling maken met een orbiter. En dan gaat die orbiter die monsters terug naar aarde brengen. Nou, dit is, laten we wel gelijk zeggen, dit wordt geen goedkope missie. Maar de reden waarom ze het waarschijnlijk te sprake brachten in mei dit jaar is omdat dit jaar de astronomen werken aan de Decadal Survey. En de Decadal Survey is eigenlijk een soort groot masterplan in de astronomie van dit zijn de dingen die we de komende 10 jaar absoluut moeten gaan doen. En die is nog niet uit. Ik ben heel benieuwd wat er uitkomt. Ik denk dat Venus een veel prominentere plek heeft gekregen. Dat zullen we zullen zo zien waarom. Maar dat wordt wel interessant. Wat astronomen denken dat de prioriteit heeft de komende 10 jaar. Ja, toen kwam op 14 september dat grote nieuws dat er fosfine in de atmosfeer van Venus was gevonden. Nou, waarom is dat groot nieuws? Ik heb al eens eerder op de blog geschreven over fosfine, maar dan was het door een aantal andere wetenschappers die zeiden, als we bij exoplaneten leven willen aantonen, dan moeten we niet kijken naar zuurstof of naar methaan. Die kunnen namelijk met andere oorzaken ontstaan zijn. Dat hoeft niet door leven te zijn. Maar fosfine, nou, dan heb je echt een hele goede biomarker heet dat dan. En een aantal wetenschappers heeft dus 3 jaar geleden bedacht, nou, laten we eerst eens kijken of we dat kunnen vinden in een planeet in de buurt van onze aarde. Dus laten we eens naar Venus kijken. Niet denkende dat ze dat ook zouden vinden. En toen bleek ze het wel te vinden. Ze hebben gekeken met de James Clerk Maxwell Telescoop op Hawaii. En ze hebben later toestemming gekregen om ook metingen te doen vanaf de ALMA Telescoop in Chili. En verdraaid als het niet waar is, er zat fosfine in de atmosfeer van Venus. En dat niet alleen. Dat zat op een hoogte van 50 à 60 kilometer. En dat is een hoogte waar de temperatuur op Venus redelijk aangenaam is. Beetje tropisch. Ik wil niet zeggen dat het aangenaam is voor mensen, want je valt niks te ademen. En bovendien is het verschrikkelijk zuur. En eigenlijk is dat nog een puntje van aandacht, want we weten eigenlijk niet of het theoretisch mogelijk is dat leven bij zulke zuurgraden, er is dus gewoon zwavelzuur in de atmosfeer, of het leven dat überhaupt kan overleven. Maar ja, er is dus fosfine gevonden. Nou, daar kwamen dus allerlei opvolgende artikelen van wetenschappers. De ene zei, het is statistisch niet significant. Dus die meting die klopt niet. Er waren ook een paar wetenschappers die zeiden, er zit iets fout in je data. En dat hebben ze nog aangepast.
Maar nog steeds is de hoeveelheid fosfine, ja, belangrijk genoeg dat je hem niet kunt... het kan niet verklaard worden door vulkanisme of meteorieten of andere niet-biologische oorzaken. Dus wat hebben ze gezegd? Ik denk dat ze trouwens dat die persconferentie online ook heel secuur hebben gedaan. Ze hebben gezegd, het is of nieuwe chemie, of het is een teken van leven. En laten we wel wezen, die atmosfeer van Venus is natuurlijk heel extreem. 460 graden op het oppervlak. Zwavelzuur in de atmosfeer. Enorme dichte atmosfeer. Dus ja, nieuwe chemie, het zou zomaar kunnen. Maar dat verdient dus duidelijk meer onderzoek. En hoe gaan we dat dan doen? Ja, voorlopig hebben we daar nog niet zo grote plannen voor. Alleen India is van plan om in 2023 een orbiter naar Venus te sturen. Maar zij zeggen, ja, we hebben eigenlijk ballonnen nodig in de atmosfeer. En dat is wel eens eerder gedaan, want Frankrijk heeft 2 ballonnen meegestuurd op een Sovjet-missie in de jaren 80 notabene. En die hebben 3 dagen volgehouden, aardse dagen. Maar we hebben nu iets nodig wat ook echt weken kan blijven meten om te kijken van hoe zit dat? Neemt dat fosfine toe en af? Wat gebeurt daar allemaal mee? Dus dat. Dus we hebben iets in de toekomst moeten iets gaan doen. Of we moeten kijken naar de oude data. Dat waren een aantal andere wetenschappers die zeiden, oh, wacht eens eventjes. Maar we hebben al ruimtemissies gehad die al in de atmosfeer van Venus zijn geweest. Bijvoorbeeld de Pioneer Venus uit 1978. En die heeft 4 sondes afgezet in de atmosfeer van Venus, waarvan de 1, de grootste, een massaspectrometer had. En met een massaspectrometer kun je bijvoorbeeld moleculen in de atmosfeer meten. Dus ze hebben gekeken en ze zeiden, nou, die data die we hebben, als je daarnaar kijkt, dan zou je inderdaad kunnen zeggen dat fosfine in de atmosfeer zit. Dat zouden we niet kunnen uitsluiten in ieder geval. Maar om dat beter te kunnen bekijken, zeiden ze, ja, dan moeten we wel even die andere data bekijken, want er is nog veel meer data van die Pioneer Venus. Alleen het kleine puntje is, dat is niet gedigitaliseerd. Dat was nooit gedigitaliseerd. Dat staat ergens op microfiche in een bibliotheek in Washington. Dus ze hebben, en vanwege corona konden ze er ook niet meteen bij, want ja, je kon niet zomaar de bibliotheek binnenstappen. Dus ik weet nog niet wat daarna gebeurd is, maar hopelijk horen we daar nog iets van terug. Nou, de aarde, die kennen we, dat zeggen we goed genoeg omdat we erop staan, dus we gaan door naar de maan. En ja, wat zal ik daar eens over zeggen? Nou, we weten dat er op dit moment een president is in de Verenigde Staten, meneer Trump. En die is niet zo lang waarschijnlijk meer president. Tenminste, hij denkt er zelf anders over. Maar Trump en zijn vicepresident Pence, die hebben gezegd, NASA, je moet in 2024 landen op de maan met mensen. En NASA zei, ja, dat is leuk, maar wij hebben eigenlijk helemaal geen ontwerp van een maanlander. Dus we gaan het de commerciële partijen vragen. En in mei hebben ze dus geld gegeven aan 3 partijen om die maanlander, de ontwerpen die ze aangedragen hebben, om die verder te ontwikkelen. Aan de rechterkant zie je het ontwerp van Blue Origin, Lockheed Martin, Northrop Grumman, die vroeger ook de Apollo, dingen van de Apollo-landers heeft gemaakt, en Draper. En dat moeten dan een soort Frankenstein-achtige landen worden, want ze maken allemaal een eigen onderdeel en dat wordt dan aan elkaar gekoppeld. Er was ook nog een bedrijf, dat heet Dynetics. Daar had ik nog nooit van gehoord, maar het is een samenwerkingsverband van Sierra Nevada, het bedrijf dat de mini-shuttle Dream Chaser maakt, of moet gaan maken, die moet nog steeds gelanceerd worden. Het bedrijf Thales en United Space Alliance, dus die zijn ook niet heel erg klein. En die hebben een lander bedacht, die is wel aardig, die is modulair. Dus als de brandstoftanks op zijn, dan kan die brandstoftanks afwerpen. En als hij dan weer omhoog moet naar een baan rond de maan, dan heeft hij minder gewicht. En dan kan die dus makkelijker omhoog komen. Ook leuk is dat de onder druk staande module staat vlak boven het oppervlak als die geland is. Dus die astronauten hoeven maar een heel klein trappetje af. In tegenstelling tot al die andere 2 landers. Want daar moeten astronauten soms zelfs met een lift mee. En dat bijvoorbeeld bij die van de SpaceX. SpaceX heeft namelijk gezegd, nou, wij hebben een Starship en we gaan een maanversie daarvan maken. Lunar Starship. En die ziet dus uit zoals je in het midden ziet. Maar als je even zo naast elkaar lijken ze allemaal even groot, maar dat is dus niet waar. Want Starship, nou, hier zie je ze op schaal. En dan is Starship echt een soort enorme toren die op de maan moet landen.
Dat gaat waarschijnlijk nogal veel kracht vergen. Dus je ziet ook net boven het midden zie je deze drie zwarte ellipsen naast elkaar. Dat zijn de remraketten. En daar hebben ze eigenlijk wel iets slims bedacht. Want omdat die remraketten zo hoog zitten, zal die het stof van de maan dus niet wegblazen. Zoals bij die andere landers. En een professor op Twitter die heeft een paar maanden geleden laten zien dat als je zo'n zware lander neerzet op het oppervlak en die gaat dat stof wegblazen, dan zandstraal je de nabijgelegen maanbasis. En dat niet alleen, hij zou zelfs de Lunar Gateway, het ruimtestation in de baan rond de maan, kunnen zandstralen door die enorme kracht. Dus het is best heel handig om die raketmotoren veel hoger te plaatsen. En ook de Europese ruimtevaartorganisatie ESA is ook met een maanlander bezig. Een onbemande maanlander, de Large Logistics Lander, of ook wel Heracles. En die moet er zo uit gaan zien. En die moet 1,5 ton aan vracht op het oppervlak kunnen zetten voor een maanbasis. En hij kan ook weer maanstenen naar boven brengen in een terugkeercapsule. En die kan dan 15 kilo terugbrengen naar een baan rond de maan. En daar zou dan de Lunar Gateway op hem wachten. En dit geeft je alvast wel aan dat de ruimtevaartorganisaties echt serieus bezig zijn met het idee dat er een maanbasis gaat komen. Hoe snel, dat moeten we nog zien. 2024 door NASA gaat zeker niet gehaald worden, want Trump heeft al gezegd dat het moest, maar hij heeft niet het budget erbij gegeven. NASA heeft namelijk op een presenteerblaadje gegeven, als je dat wil, $6 miljard per maand. Per jaar. En dan kunnen we dat misschien wel bereiken. Maar dat is duidelijk niet van gekomen. Een ander land wat bezig is om op de maan te landen, onbemand, dat is China. Met de Chang'e 5. En die is dus onlangs nog gelanceerd. Geland op de maan en weer opgestegen met monsters. En dat was een behoorlijk geoliede operatie. Dat was wel duidelijk. Het moest allemaal snel gebeuren. Het moest allemaal binnen 1 maandag gebeuren. Dat is 15 aardse dagen. Dus 14 dagen. 14 dagen dat je licht hebt op het oppervlak. Zo zag die lander eruit. En die lancering, die hebben ze live gestreamd. Dit soort dingen gebeurt voor China vooral ook naar het Chinese publiek zelf. Om te laten zien, kijk eens, dit doen wij dus allemaal. Wij er in het buitenland van vinden, dat interesseert ze waarschijnlijk net iets minder. Maar het is leuk dat we mee mochten kijken, ook vanuit de rest van de wereld. Dus die lancering was geslaagd. En ook gaaf aan deze missie is dat deze lander, deze missie had op allerlei plaatsen camera's. Hier zie je bijvoorbeeld de lander loskoppelen van de orbiter. En uiteraard was ook de landing te zien. En daar heb ik hier een filmpje van. De landing vond plaats in de Zee der Stormen, Oceanus Procellarum, en in de buurt van een vulkanisch gebergte, Mons Rümker. En waarom ze dat deden is omdat dat gebied heel jong is, vergeleken bij al het materiaal dat we hebben van de Apollo-missies en van de Sovjet-Luna-missies. Want de Sovjets hebben monsters van de maan teruggebracht, 3 keer. En hier zie je die landing plaatsvinden. Ook gaaf te zien is dat je eigenlijk totaal geen idee hebt hoe hoog je bent. Want opeens verschijnt die schaduw van het landingsgestel in beeld. Boom. En daar staat hij. Eenmaal op het oppervlak ging de missie snel aan het werk. Binnen 2 uur werden de monsters al verzameld met een schepje. Met een boor die 2 meter diep kon boren. Dus ze hebben heel interessant materiaal verzameld. Dus niet alleen van het oppervlak wat verweerd kan zijn door zonnewind en dat soort zaken. Maar ook, ze kunnen echt terug gaan kijken naar de geschiedenis van de maan met die 2 meter diepe monsters. En ze hadden ook een prachtige camera mee waarbij ze een panorama hebben gemaakt van iets van 10.000 pixels breed. En het zal iets van 5.000 pixels hoog zijn geweest of iets dergelijks. Meer dan je hier ziet in ieder geval. En dan was het ook de bedoeling dat die weer op tijd zou opstijgen. En ook daar hadden ze beelden van. En dat zag er zo uit. Ja, je ziet hier die opstijgmodule opgaan.
En zo ziet het er dan uit op de animatie. En ja, daar ging die dan met wat ze wilden, dus 2 kilo ongeveer van het oppervlak meenemen. En ja, super dat je ook die lancering van de maan weer kunt zien. Ja, en long story short, inmiddels is de capsule met Monsters geland op de maan. Dat gebeurde afgelopen woensdag, als ik me niet vergis. Terwijl die aan zijn parachute hing, hadden ze hem al in beeld en wisten ze waar die ging landen. Dus ze zijn met allerlei bergingstroepen erop afgegaan. En vanochtend zag ik dat er inmiddels ook beelden zijn van het verkrijgen van de Monsters. Dat zat in deze capsule. En ze hebben dat inmiddels gewogen. Ze hebben 1,7 kilogram aan materiaal van dit gebied weten te verzamelen. Dus het is een hele succesvolle missie. Eigenlijk is die gewoon compleet vlekkeloos verlopen. Ja, nou, dat brengt mij bij de planeet Mars. Wat gebeurt daar allemaal? Even heel snel een blik op de toekomst. Japan is van plan om in 2024 een missie naar Mars te sturen. Maar niet op Mars te landen, maar op de maan Phobos. En, wacht even. Ik zie dat ik gemuted ben. Oké. Als het goed is ben ik weer te horen. Ik moet heel even kijken. Oh. Ben ik nog te verstaan? Ik ga weer gauw naar mijn presentatie terug. Oké. Nou ja, in ieder geval, het is de bedoeling dat Japan dus naar Phobos gaat. En Frankrijk en Duitsland hebben eerder al samengewerkt met Japan op een missie naar de asteroïde Ryugu. Daar is daarover straks meer. Nu hebben Frankrijk en Duitsland besloten om een missie naar een rovertje te maken die op Phobos moet landen. Nou moet je bedenken dat Phobos heel weinig zwaartekracht heeft. Dus dat gaat natuurlijk, je kunt daar niet heel hard mee gaan rijden. Dit is hoe die landing eruit moet gaan zien. Het is gewoon een doos met wielen in feite. Een doos met wielen die 3,6 meter per uur kan gaan rijden. Dus hij moet heel erg langzaam gaan rijden. En er is een reden voor, want als je bij zo weinig zwaartekracht over een steentje rijdt of door een kuil rijdt, dan kan je zo in een baan rond Phobos gecatapulteerd worden. En dat wil je niet. Dus, maar hier denken ze wel 100 dagen mee rond te kunnen rijden. Dus dat wordt wel heel erg interessant. En hoe dat oppervlak er van dichtbij uitziet, dat weten we dus nog niet. Ja, dan zijn er dus 3 missies in juli gelanceerd richting Mars. En daar heb ik al in een livestream heel veel over verteld. Dus ik ga daar een beetje kort doorheen. Allereerst hadden we de Verenigde Arabische Emiraten met de Hope Mars Mission. En de Hope Mars Mission. En die is gelanceerd op 19 juli door Japan met een H2 raket, als ik me niet vergis. En deze missie wordt een soort klimaat. Wordt een orbiter. Hij gaat niet landen. Een orbiter. En die gaat dus het klimaat van Mars meten. Dus hoeveel atmosfeer hij verliest door zonneactiviteit en dat soort zaken. Nou, ook China is weer van de partij dit keer. Of is voor het eerst van de partij. Dit is hun eerste Marsmissie. En ze pakken het gelijk groot aan. Er is een orbiter. En er is een lander. En een rover. En die rover die is ongeveer zo groot als de Spirit and Opportunity rovers die je hebt kunnen zien van NASA in 2004. En deze is wel anders dan Spirit and Opportunity. Hij heeft bijvoorbeeld een grondradarsysteem. Daar zijn de Chinezen erg goed in. Dat hebben ze ook al op de maan getest. En dus en die is dus gelanceerd op 23 juli. En dat is ook succesvol gegaan op een lange Mars 5 raket. En ook hier weer, ja, die Chinezen hebben wel overal cameraatjes zitten. Ze hadden zelfs een mini-satelliet meegenomen die ze op 1 oktober hebben losgekoppeld. En terwijl die mini-satelliet zich verwijderde van het deze satelliet, heeft hij dus foto's gemaakt van het oppervlak.
En dat had iets te maken met de zoveeljarig bestaan van de Chinese partij of iets dergelijks. Ja, en dan hebben we nog de NASA. En die hebben de Perseverance rover onderweg gestuurd naar Mars. En die lijkt dus heel veel op de Curiosity rover. Hij is toch wel degelijk anders. Hij gaat echt op zoek naar leven. Hij gaat monsters boren en die gaat hij in buisjes achterlaten op het oppervlak. En waarom zou je zeggen, zou je dat in vredesnaam doen? Maar de bedoeling is dat die later door een latere missie opgepikt gaan worden en naar de aarde gebracht gaan worden. Dus dit wordt echt een eerste stap in een monsternamen missie van Mars. Een enorm ingewikkelde missie die we nog gaan zien. Maar de Perseverance rover gaat in ieder geval, de monsters verzamelen. Dat niet alleen, er gaat ook nog voor het eerst een helikopter mee. De Mars helikopter. Duidelijke naam, zegt wat het doet. Het is een helikopter van ongeveer een kilo. En die heeft enorme rotors, want de atmosfeer van Mars is enorm ijl. 1% van de aardse druk op zeeniveau. Maar hiermee kunnen ze hem toch wel laten vliegen. Dus die Perseverance rover gaat hem achterlaten op het oppervlak. Die gaat dan wel zichzelf even uit de voeten maken. En dan kunnen we straks de video's zien vanuit de lucht van deze Mars helikopter. En deze lancering is gebeurd op een Atlas V raket op 30 juli. Ja, dan was er nog een... Na dat geweld kwam ook nog wat wetenschappelijk nieuws. Er kwam veel meer wetenschappelijk nieuws, uiteraard. Daar kom ik niet allemaal aan toe nu. Maar interessant was wel dat de inmiddels al oude Mars Express satelliet van ESA, die heeft een grondradarsysteem en die heeft laten zien dat er onder het oppervlak reservoirs zijn met vloeibaar water. Mind you, we hebben het over enorm zout water, dat ook nog eens ontzettend koud is. Maar ze hebben aangetoond dat er dus een meer is van 20 bij 30 kilometer doorsnede, 1,5 kilometer onder het oppervlak. Dus hoe dan ook wel interessant. Nou, zijn er nog wel wat twijfels over, want de NASA heeft ook een satelliet met grondradar, de Mars Reconnaissance Orbiter, en die kan niet door een laag boven die reservoirs heen kijken. Maar de Chinese Tianwen-1 orbiter, die heeft ook een grondradarsysteem en die zou dit eventueel moeten kunnen bevestigen of ontkennen. Ja, dan gaan we naar de Belt, om het op zijn The Expanse te zeggen. Naar de asteroïden. En ja, tussen al het grote nieuws zou je bijna vergeten dat er ook nog nieuws was over Ceres, de grootste asteroïde in de asteroïdegordel, ook wel de grootste dwergplaneet dus. En daar zijn we inmiddels redelijk zeker van dat er een oceaan onder het oppervlak zit. Dat was je misschien, had je misschien even niet in het nieuws teruggezien, maar dat is dus echt op 10 augustus bekendgemaakt. En dat hebben ze achterhaald op twee manieren. Er is dus een NASA-missie, de Dawn-missie, rond Ceres geweest. En die heeft dus een aantal keer vluchten gemaakt van slechts 35 kilometer boven deze Occator crater waar je nu naar kijkt. Deze animatie laat de bright spots zien. Dit zijn zoutafzettingen aan het oppervlak. En door daar heel nauwkeurig naar de afwijkingen in die baan te kijken, hebben ze dus aangetoond dat er 40 kilometer onder het oppervlak een oceaan of een zee zit, ook zout weer, die zich 100 kilometers uitstrekt. Honderden kilometers uitstrekt. Dus dat is nogal wat. En dat niet alleen, dat zout, dat water komt ook waarschijnlijk, of is aan de oppervlakte geweest, laat het zo zeggen. En met de Dawn-missie is ook aangetoond dat in die bright spots zit een stof die heet hydrohaliet. En dat is eigenlijk een vorm van keukenzout, zoals we ze tegenkomen in het zeeijs op aarde. Dit is voor de eerste keer dat we hydrohaliet hebben gevonden buiten de aarde. Dus ja, heel erg interessant. En hoe kan dat nou dat water aan de oppervlakte is gekomen? De astronoom James Tuttle Keen is heel goed in het tekenen van dit soort wetenschappelijke scenario's. En die laat zien dat die inslag is geweest op het oppervlak van Ceres. En daar onder die krater is een smeltkamer blijven bestaan. En daar is nog redelijke tijd warm genoeg geweest om vloeibaar water te hebben. Onder het oppervlak zit ook vloeibaar water. Maar terwijl die smeltkamer langzaam bevroor, zijn er scheuren blijven bestaan die nog lang, zeg maar, dat water uit die oceaan onder het oppervlak heeft naar boven doen sijpelen.
Ja, nog meer nieuws uit de asteroïdengordel. Er zijn een paar asteroïdenmissies geweest, actief geweest de laatste jaren. Een van is NASA's OSIRIS-REx en die heeft een monster genomen van de asteroïde Bennu. En dat heeft hij gedaan met deze witte schijf. Dat is een monsternamen unit waar stikstof doorheen geblazen is zodra die op het oppervlak kwam. En daardoor is die schijf geblazen met monsters van het oppervlak. Een verrassing daarbij was dat deze asteroïde is zo poreus dat hij een paar centimeter door het oppervlak is doorgedrukt. Maar hoe dan ook, hij heeft zijn monsters. Zoveel monsters zelfs dat de afdichtklep van deze monsternamen unit niet helemaal dicht ging. En daardoor lekte er weer wat monsters uit. Dus waren oorspronkelijk van plan om deze schijf rond de satelliet te roteren zodat ze de massa konden bepalen. Maar dat leek ze toen ze dit zagen niet zo'n goed idee. Ze hebben die schijf meteen in de terugkeercapsule ondergebracht. En in 2023 moet hij landen in Utah met deze monsters. En ze denken dat ze meerdere honderden kilogrammen hebben verzameld op deze manier. Maar Japan is hun allang voorgegaan, want met de Hayabusa 2-missie zijn ook monsters genomen van een andere asteroïde, de asteroïde Ryugu. En die zijn ondergebracht in een terugkeercapsule en die is op 6 december geland in Australië. Dat hebben ze afgesproken met de regering van Australië, want Japan heeft niet echt een woestijn waar je een capsule veilig kan laten landen met enige foutenmarge. En Australië heeft daar lekker veel ruimte voor. En dat is dus gelukt. Hij is netjes door de atmosfeer veilig gekomen. En ze hebben hem dus opgepikt zodra het zonlicht, de zon boven de horizon kwam. Wel met mannen met explosieve bestendige pakken. En dat is omdat ze... deze capsule is losgemaakt met pyrotechniek. En ja, voor het geval dat er nog iets niet echt geëxplodeerd was, hebben ze dat dus toch maar eventjes veilig aangepakt. Maar inmiddels hebben ze dus monsters gezien. De capsule is in Japan opengemaakt. De buitenste schil, daar maakten ze een foto van, dat was de linkerfoto. Daar zie je al zwart stof zitten. Deze asteroïde is eigenlijk gewoon zo zwart als kool. En dit stof aan die buitenste schil zat eigenlijk aan de afsluitklep of iets dergelijks. Kwam dat los toen die capsule dicht werd gemaakt. En rechts zie je hoe een van de containers die echt het monster verzameld heeft eruit zag nadat ze die opengemaakt hebben. Dit was het monster van de eerste monsternamen. En het leuke is, dit materiaal ziet nog altijd lijkt heel erg op een meteoriet die ooit in Nederland is neergekomen. De Diepeveen meteoriet. En deze meteoriet is met dank aan een van onze werkgroepleden, Henk Nieuwenhuis, is in het Naturalis Museum gekomen. Leuk om maar even te vermelden. Het idee is nog altijd dat deze meteoriet dezelfde bron zou kunnen hebben, dezelfde oorsprong zou kunnen hebben als Ryugu. Nou, kometen, daar ga ik aan één kant even heel snel doorheen, want er is nogal een mooie animatie gemaakt van de interstellaire komeet Borisov, ontdekt door een amateurastronoom in Rusland met een 60 centimeter spiegelkijker. Wetenschappelijke nieuws daarvan, dat sla ik even over. We hebben ook nog met z'n allen een komeet kunnen zien in juni-juli, want er was voor het eerst sinds jaren was weer een komeet die we met het blote oog konden zien, de komeet 2020 F3 Neowise. Kometen zijn aankondigers van ontijding, wordt wel gezegd. Maar deze kwam een beetje laat, te laat om de pandemie nog voor de pandemie te waarschuwen. Maar we hebben hem wel, dit is een foto van mij, we hebben hem wel mooi kunnen zien. En hij was ook te zien vanuit het ruimtestation ISS. Dit is een foto van de cosmonaut Wagner, die maakte deze foto. Ja, dan door naar Jupiter. Daar is nog altijd een ruimtesonde actief, de Juno-missie van NASA. Die heeft als taak gehad om de binnenkant van Jupiter in kaart te brengen. Maar die missie is zo'n beetje wel klaar. Hij heeft inderdaad heel veel nuttige dingen al weten te vertellen over hoe Jupiter aan de binnenkant zit. En nu waren de missieplanners aan het bedenken wat zouden ze hierna kunnen doen. En zij hebben besloten dat deze ruimtesonde langs een aantal manen van Jupiter kan vliegen. Dat is Io, dat is Europa en Ganymedes. En
Grappig is, deze satelliet was daar helemaal niet voor bedoeld, want hij had een veel lagere baan moeten komen, waardoor hij die manen nooit had kunnen bereiken. Maar omdat dat het niet helemaal goed gegaan is in 2016, kan hij nu dus opname maken. De camera zal niet echt hele hoge resolutie, niet heel veel details laten zien, maar die zullen we wel allemaal straks kunnen bekijken, die foto's. Maar hij heeft ook hele interessante instrumenten waarbij we meer kunnen leren over de magnetosfeer van bijvoorbeeld Ganymedes. De enige maan met de magnetosfeer. Met een magnetisch veld dus. Ja, van Saturnus heb ik eigenlijk niks dit jaar. Ja, dat is toch omdat die Cassini-missie al best wel aardig in het verleden ligt. Uranus en Neptunus leek ook niks te zijn. Toen gelukkig kwam deze week toch nog een foto binnen van de Hubble Space Telescope. Die weer zijn foto heeft gemaakt van Neptunus. En Neptunus heeft van die donkere stormen. We weten eigenlijk nog steeds niet hoe ze precies werken. Maar een verrassing was dat een van die stormen is van richting veranderd. Die was eigenlijk van de ene halfrond naar het andere onderweg. En die is weer teruggegaan. En hoe dat kan, dat weet niemand. Maar ik zou zeggen, mooie gelegenheid, mooie reden om weer eens terug te gaan met een ruimtemissie. Want we zijn er al sinds 1989 niet meer geweest. Ja, wat verder. Ja, dit valt een beetje net buiten het echte onderwerp zonnestelsel, maar toch wel leuk, want deze raket moet straks mensen naar Mars brengen, als je ook naar de maan, als je Elon Musk moet geloven. Maar ja, het was toch wel redelijk spectaculair wat we te zien kregen op 10 december. De Starship versie SN8 werd gelanceerd en die maakte vervolgens een belly flop. En hoe dat eruit ziet, dat ga ik je nu laten zien. Deze raket kwam op tot 12,5 kilometer hoogte. En dit is trouwens niet eens de volledige raket die naar Mars moet. Daar moet eigenlijk nog een twee keer zo hoge rakettrap onder. En even voor de zekerheid, dit ruimteschip is 9 meter in doorsnede. En heeft nog een paar vleugels eromheen. En ja, hij deed bijna precies wat hij moest doen. Je ziet hem gewoon door de atmosfeer vallen. Een klein beetje glijdend over die kleine vleugeltjes. Iemand vergeleek het met de walvis uit de Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Die niets vermoedend door de atmosfeer valt en op het oppervlak terechtkomt. Nou, Starship kwam ook ongeveer op het oppervlak. Kijk, en op een gegeven moment moet hij dan een bellyflop manoeuvre maken. Hij moet zichzelf opeens oprichten. En dat gaat bijna gebeuren. En ja, niemand had verwacht dat dat allemaal in één keer zou lukken. En opeens zie je die uitlaat van die raket groen worden. Dat is het moment dat hij de raketmotoren weg eet. En dat was niet helemaal de bedoeling. En daardoor had hij niet genoeg kracht om een nette landing uit te voeren. Maar ik heb begrepen dat allemaal nog wel aan te passen valt. Dat er nog een maal aan te passen valt. Het was zelfs zo dat ze de volgende versie van Starship, SN9, al klaar staan. En die kleine aanpassing hadden ze hem eigenlijk al vrij snel weer willen laten lanceren. Alleen was één klein probleempje. Hij is tegen de deur van de opslagruimte gevallen. Dus ze moesten hem weer even met een kraan rechtop zetten. En nu moeten ze even de deukjes eruit deuken, zullen we maar zeggen. Maar daar gaan we nog meer van zien. Ja, dan rest mij alleen nog de vooruitblik voor het komende jaar. Wat gaan we allemaal meemaken? Nou, we gaan in ieder geval 3 missies aanzien komen bij Mars in februari. Onder andere zal er weer zo'n spectaculaire landing zijn, zoals we die ook met Curiosity hebben gezien in 2012 aan een jetpack. Deze Perseverance rover moet nog veel nauwkeuriger kunnen landen. Fingers crossed allemaal dat ook gaat lukken. Ik hoop ook dat de Chinese missie gaat lukken. Daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. In juli gaat een NASA-missie naar een asteroïde. Deze moet met opzet tegen die asteroïde aanknallen. Dat is de DART-missie. En in 2024 moet er dan een Europese missie achteraan gaan om te kijken wat er is gebeurd met die het is eigenlijk een maan van asteroïden. De asteroïde heet Didymos. De maan wordt vaak Didymoon genoemd. En dit is eigenlijk een experiment om te zien of wij een asteroïde van baan kunnen doen veranderen. Als die op ons afkomt op de aarde en dreigt erop in te slaan.
Dus, maar dit zou op een veilige manier uitgevoerd kunnen worden. Heeft men mij verteld. En dan in oktober moet er ook nog een andere missie naar een asteroïde gaan. Dat is de Lucy-missie. En die gaat op weg naar de Trojaanse asteroïde voor en achter in de baan van Jupiter. En dat zou ook het oudste materiaal zo'n beetje zijn uit ons zonnestelsel. Ja, en dan hebben we ook nog in oktober de lancering van een nieuwe ruimtetelescoop. En mensen hebben mij verteld dat als je de naam van die ruimtetelescoop 3 keer uitspreekt, dat die dan weer 6 maanden vertraging krijgt. Dus ik zal hem 1 keer noemen. De James Webb Space Telescope wordt dat. Met een spiegel van 6 meter. En oh man, deze lancering moet echt goed gaan, want er is heel veel geld gestoken in deze ruimtetelescoop. Hij kost bijna $10 miljard. Dus als die lancering misgaat, dan krijgen een aantal mensen een heel zwaar gevoel van binnen. Oh ja, en dan is er nog 1 ding wat aan het eind van het jaar moet gaan gebeuren. En dat is de eerste vlucht van de NASA's Space Launch System met een Orion-capsule die om de maan moet gaan. En dat is een onbemande test. En dat tweede keer zouden dan mensen mee moeten gaan. Maar dat is dan niet meer volgend jaar, maar dat zal dan later gebeuren. Ja, en dat is eigenlijk alles wat ik te vertellen heb. Vragen zeg ik hier heel vrolijk, maar ik kan de chat even zelf niet zien. Die heb ik niet in beeld nu. Dus ik ga nog heel even door om even te vertellen dat... ik moet even nog even zeggen dat deze livestream was mede mogelijk gemaakt dankzij mijn werkgever, DIKW, in Nieuwegein. Want ik heb hun Google Meet gebruikt hiervoor, om ons allemaal in beeld te brengen. Ik wil ook nog even zeggen, dit is... we zien dat het aantal leden in onze Facebookgroep steeds groter wordt. Het is echt ongelooflijk. Het is hartstikke leuk dat zoveel mensen zoveel enthousiasme hebben voor ons interessegebied, de maan en planeten. Ik zou zeggen, ja, word niet alleen lid van de Facebookgroep, maar word ook lid van onze werkgroep. Dat is €20 per jaar en daar steun je ons mee. Om nog meer van dit soort sessies te doen zoals we vandaag hebben gedaan. En daarmee sluit ik deze presentatie af. En wil ik alleen nog even ter afsluiting iedereen bedanken voor de aandacht. En iedereen een hele fijne feestdagen wensen. En met heel veel, en heel veel gezondheid. En ook in het nieuwe jaar. Dus bedankt voor het kijken nogmaals. En ik denk dat we hem daarmee kunnen gaan afsluiten, tenzij ik nog vragen op de chat zie. En die zie ik niet. Nou, dan ga ik deze presentatie, ga ik deze sessie, deze bijeenkomst, virtuele bijeenkomst afsluiten. En dan zeg ik tot de volgende keer. Tot ziens iedereen.